Want wij zijn Zorg en Zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Uit 1574 toch wel. En natuurlijk het speciaal welkom van onze gasten uit Den Bosch. Hartelijk welkom! Ja, vanavond hebben we de kerstkraker Zorg en Zekerheid Leiden tegen Heroes Den Bosch. Altijd spannend. En ook hebben we vanavond die teddybeertos voor het Prins Willem-Alexander Fonds, waar Zorg en Zekerheid een hele nauwe band mee heeft. Als het eerste kwart is afgelopen, en niet eerder, hè, dan roepen wij wel. Mooi, laten we maar eens even het team van onze gasten aan u voorstellen. Op nummer 2, Roy van Vliet. Op nummer 3, Thijs Beens. Op nummer 4, Lieber. Nummer 10, Kijpe Helfig. Nummer 11, Rolf de Pachter. Nummer 14, Emmanuel Raket. Nummer 15, DJ Feller. Nummer 16, Hennis Stoppert. Nummer 23, Robert Stoemries. Nummer 30, Cheryl Mercy Walker. Nummer 31, Austin Price. En nummer 33, tot slot, de captain is Jieter Kok. De coach van dit prachtige team is Erik Braal, terzijde gesteld door Mike de Kraker. Dames en heren, applaus voor Heroes Den Bosch.
En dan rest mij nog u een ontzettend fijne avond toe te wensen met heel veel mooi basketbal. Het zal spannend worden, het is lekker veel. En u weet het, eind van het eerste kwart, dan roep ik u even om uw teddybears het veld op te gooien, niet eerder. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom vanuit Arena 1574, waar we vandaag de klassieker van het Nederlandse basketbal op het programma hebben staan. Zorg en Zekerheid Leiden, de nummer 2 van de competitie, tegen Heroes Den Bosch, de nummer 1 van de competitie. Het belooft een mooie wedstrijd te worden, althans laten we zo zeggen. Er is een goede ambiance, er zijn veel mensen op de wedstrijd afgekomen. En we hebben nog een paar andere wedstrijden ook in de competitie. Vanmiddag heeft Landstede Hemmersal gewonnen van van Josie United met 88-73. En in Den Helder wordt de laatste wedstrijd gespeeld in de Sportlaan Sporthal. Want ze gaan na de winterstop in het nieuwe jaar in Sporthal Kwelderduin spelen. Die is dan eindelijk gereed. En Den Helder speelt tegen Zeeuws-Heel Feyenoord basketbal. En daar staat het na 2 minuten in het tweede kwart 20-21. Dan hebben we natuurlijk Leiden tegen Den Bosch. Dat is logisch, want daar doen wij natuurlijk het meeste verslag van. En je hebt nog Basketbalacademie Limburg, die speelt tegen Donar. Het begint ook om 8 uur. En dat is voor de Groningers ook wel een belangrijke wedstrijd. Ze hebben de eerste wedstrijd tegen hun eigen huis van Basketbalacademie Limburg verloren. En voor het bereiken van de Elite Gold zou een overwinning voor de Groningers goed uitkomen. Hier in Leiden gaan we in ieder geval beginnen met Tajan Jones, Marijn Ververs, Luc van Bree, Lucas Kruithof, Alex Kroos. U weet het, misschien of misschien ook niet. Stan van Wels is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld met een knieblessure. En die zal dus niet meer spelen. Vandaar dat Lucas Kruithof is doorgeschoven naar de startende positie. En dat betekent dat de bank redelijk beperkt is. Ronald Schaftenaar speelde de afgelopen 2 of 3 wedstrijden ook niet mee. Dus ja, dan komt er alleen je beschikking van de bank en de Maarten Bouwknecht. Bij Den Bosch wordt begonnen met Boy van Vliet, DJ Venner, Robert Stoenbries, Austin Price en Jito Kok. Kok start dan in principe in de plek waar normaal gesproken Thomas van der Mars staat. Die is geopereerd en die speelt ook nog een aantal weken niet. Daarom hebben ze ook tijdelijk Rolf de Pachter binnengehengeld. Die in principe een contract voor 2 maanden heeft gekregen. Maar ja, het sluit niet uit dat hij dan, als het goed gaat, dat hij de rest van het seizoen ook nog wel afmaakt bij de ploeg Den Bosch. Dan was er nog een verhaal over Stoenbries. Stoenbries heeft in de bekerwedstrijd tegen Den Helder de disqualificerende fout gehad. En dat zou betekenen dat hij heeft een schorsing gegeven van 2 wedstrijden. Dat zou ook voor deze wedstrijden gelden. Maar er is een vormfout gemaakt. Een van de scheidsrechters had nog geen verklaring ingediend. En de zaak is nu verplaatst naar aanstaande woensdag. Dus na de kerst en dan opgeschoten of die straf van 2 wedstrijden gehandhaafd blijft. En die zou dan gewoon ingaan bij de start van het nieuwe kalenderjaar. Dus voor zover dat verhaal van Stoen is. Zie je ze vanavond dan bij de stemmers Thomas van der Mars na van de oorlogsterfte. Leiden is ook wel problemen. Het is niet eenvoudig om Stan van der Mars om op te duiken. Dat kost geld en het geld is niet voor allerlei kosten die gemaakt worden voor de zaal en de aankleding en dergelijke. Dus wat dat betreft zit Leiden een klein beetje in de financiële problemen. Niet dat club omvalt of zo, dat is toch genoeg geld. Maar dit soort dingen kosten dan wat meer ruimte. Dan hebben we nog 3 scheidsrechters. 2 daarvan die floten afgelopen Loes Rook, Stan Kerstijn en Floris Jansen de Jonge. En aan de overkant er staat Maurits Witvliet, die nu tegen Tegen zou zeggen, doe jij je 7 in je broek. Man. En dan gaan we ook een paar seconden beginnen. En de Bos heeft dus begonnen. Jitte Kok kan natuurlijk altijd wel zijn raketten aanzetten. Van Vliet mist in ieder geval Leiden in de aanval, de tegenaanval. En Marijn Ververs komt ook niet tot scoren. We hebben nu 2 aanvallen gezien in deze wedstrijd en het staat nog steeds 0-0.
shotklok ook aardig af. Price kwam natuurlijk voor een driepunter. Dat was in de vorige wedstrijd was het een groot feest. Want de eerste kwart kwam leiden maar aan één field goal en twee vrije worpen. 4 punten, Den Bosch gooide er 25 in. En de ene 3 punten na de andere 3 punten viel. En Price eindigde de wedstrijd gewoon met 7 3-punters. Jones voor 3. En 3 punten. Leiden heeft nu al meer punten uit field goals gescoord dan in de vorige wedstrijd in het hele eerste kwart. Jones is laatst wel in vorm. Had 30 punten in Varese onder andere. Waar iedereen toch woorden van opkeek. Dat zou ook betekenen dat andere ploegen dat ook gezien hebben. Andere agenten ook. DJ Venner doet wat meteen wat terug. Gooit er ook een 3-punt erin. Of officieel heet hij dan Derek Venner. Maar wij noemen iedereen een DJ Venner. En dat zullen wij ook gewoon doen. We gaan naar de post. Groos. En dat is een turnover. 3-1 vastbreek. En gestript door Lucas Kruithof. Wel out of bounds voor Heroes Den Bosch. Ik zie al iemand met een beer lopen. Zou er al een beer het veld op gegooid zijn? Rebound van Marijn Ververs. Maakt tempo. Krijgt geen fout mee, maar wel out of bounds voor Zorg en Zekerheid Leiden. Ververs met de bal. Krijgt een screen van Gros. De bal gaat naar. En wederom een turnover voor Leiden. De paas intussen van Bree en Kruithof. Klopt ook niet. En Kruithof moet zijn man laten gaan. Venner. Die gooit er een lay-up in. Krijgt ook nog een bonus. Er wordt al uitleg gevraagd door Braal aan de scheidsrechters. Maar goed, de fout is gefloten en de score zit. Het is ook niet dat Braal gaat ageren tegen de fout die gemaakt is. Maar over iets heel anders in het in de wedstrijdbeeld. Bonusvrij hoor, Venner. Oh, die gaat er niet in, Martin. De scorer, mag ik het wel zeggen, aan Heroes zijde. Hired to shoot, license to shoot ook voor die DJ Venner. Ja, voor mij alle Amerikanen daar zo ongeveer. Kunnen we het later nog hebben, inderdaad, hier van Breven. Tatum Jones. En in de post. Een nieuwe center, zullen we zeggen. Maar die schiet in airball. Ja, beperkt inzetbaar. Hopelijk wel iets is inzetbaar. En vandaag, dat schaft er natuurlijk wel. De center is Alex Kroosterman, die nu de rebound pakt. Maar van Breven is op de 4 spelend. Ja, misschien ben ik altijd een beetje pessimistisch. Ik ben altijd bang als Gros een verdedigende rebound heeft. Dat hij dan naar een goede speler gaat. Ah, koude blok van een kok. Lucas Kruithof die wel goed naar de ring ging. Maar ook wat naïef. Want dat is wat Dieter Kok fantastisch doet. Schoten blokken. Schotje had er wat ingemogen daar. Vanaf de baseline. Die valt niet voor de man met nummer 23. Ja, dan wek je natuurlijk altijd verwachtingen. Hè, als je 23 durft aan te trekken. En hier lekker assist. En dat doet hij veel, Kruithof. Op Jones. Hij blijft goed bij. En die zich natuurlijk absoluut revancheren voor eigenlijk ja, misschien wel die 2 nederlagen tegen Jones. Tegen Jones, voor mij dan. Tegen Joost. Uit in de competitie. Thuis voor de beker. Wel natuurlijk doorgebekerd afgelopen woensdag. Ja, maar dit zijn andere wedstrijden. Ja, gelukkig wel. Andere tegenstander ook. Ik weet de eerste wedstrijd die Leiden speelde tegen. Ja, fout van een Groos ondertussen. Tegen Heroes Den Bosch. Zoals het eerste kwart was 25-4. Dus 1 field goal na 8 minuten van Roland Schaftenaar en 2 vrije worpen. Dat was alles. Dus Leiden heeft al meer gescoord dan in het eerste kwart in de wedstrijd in oktober in Den Bosch. Ja, hier de Kok gaat eruit en er komt een nieuwe center in de ploeg. Ralf de Pachter heeft weer een goede kapper gevonden. Ja, inderdaad. Een beetje jouw kapper, Martin. En ook min of meer die van mij. Pas
Twee puntjes in 18 minuten voor de Pachter. Zag ik in de scouting van de Heroes in de B-Next League nog geen field goals gemaakt door de Pachter. Dat zal wel een keer komen. Fout van nummer 5, dat is Ververs. Ja, in de beker had hij de afgelopen wedstrijd 14. Ik had het over de B-Next League. Ja, nee, daarom zeg ik in de beker. Ja, daarom zei ik B-Next League. Ja, dat zijn betere scores. Hier Stoemer is weer een mooie bal. Baseline, grote schutter. Lange benen. Hij moet er hard voor werken het hele seizoen al. En hij steunt in principe op de defense. Maar daar was juist de intensity verdedigend. Daar was coach Doug Spratley not amused over afgelopen woensdag. Dan druk ik mij nog zachtjes uit. En, het team heeft natuurlijk de boodschap gekregen. Intens starten. En hier Kroos die dat probeert. Gaat naar links. Ja, het is een beetje gooien op de ring in plaats van echt mikken. Het zijn hele moeilijke schoten. Uit balans. Beetje wegvallend. De ring eigenlijk geen eens zien. En dan moet je wel heel veel geluk hebben. Hij kan het wel groot, maar het is allemaal heel moeizaam. Ja, dan zit de Kruithof weer eens heel... Oh nee, sorry. Dat is Van Bree heel goed tussen. Maar net geen stiel. 8 seconden op de schotklok voor de Heroes. Goeie paaf, de Pachter. Oh jongen, je was er al. En nu ga je de tijd verprutsen. Toch nog op tijd geschoten, aangeraakt. Hele goede defense van Leiden. Maar slechte outlet voor de zoveelste keer van Groos. Dat deed hij donderdag ook. En daar was de coach ook woedend over. En hij dribbelt Van Vliet de bal zomaar over de zijlijn. Martin, het is spannend. Het is nog niet goed. Maar oh, 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 wat een intensiteit. En de bal toch naar Leiden. Ja, gek van die outlet passes van Groos. Nou, past hem de drukte in, hè? Ja, precies. Er is helemaal nergens voor nodig. Als hij gewoon de bal vasthoudt, dan is het ook goed. Dan kan iemand hem komen ophalen. En dan kom je er vanzelf wel beter uit. Want anders was het, als de bal nog in de lucht was gebleven, ja, dan was het een 24 seconden. Ja, dat typisch een schotje voor Van Breek. Ook even niet. Maakte hem uit dat hoekje. Weliswaar uit de rechterhoek. In Varese at the shot clock buzzer. Beelden gingen Europa rond. Hij is niet wel een kapper geweest, Luc van Rijn. Klaar voor de kerst. Ja, goed gesoigneerd. Dat zien we graag. En mooi om Ralf de Pachter weer binnen de lijnen te zien. Leon Kersten schrijft er ook een leuk stuk over in zijn high van de week verhaal. Daar een fout tegen Kruithof waarschijnlijk. Is dat van Price? Nummer 31, Austin Price. Ja, inderdaad. Ja, we proberen de speaker zo goed mogelijk bij te mixen, maar die heeft zulke harde uithalen dat af en toe het zaalgeluid misschien wat zachter is. Maar ik heb het even gecheckt. Ik denk dat het een redelijke balans heeft. Daar goed op de huid gezeten bij Ververs door de Boy van Vliet. Toch wel een solide factor. En fout van weer Price op de 3 punten van Kruithof. En dan wordt er gezegd tegen Price, gaan dan niet nog eens een keer praten, want je hebt al 2 P's en dan moet er nu nog een technische bijkomen. Ongelukkig misschien, maar wel met een buitenkantje. Ja, 3 vrijworpen voor Lucas Kruithof. Price 2 fouten. Ik sluit niet uit dat hij zo direct naar de kant gehaald wordt. Of misschien is dat al wel gebeurd. Buiten ons beeld dan. Want ik zag Moore opeens binnen het veld staan. De nummer 4 van Heroes Den Bosch. Ja, Leiden kan voorkomen. Nog 2 vrijworpen namelijk te gaan voor Kruithof. Hier de blauwe brigade die een hele mooie actie hadden voor de wedstrijd. Met de Glühwein en Chocomel en kerstkrantjes en kerstmutsen. Alles wat er zo'n beetje bij op kerstmuziek. Groot feest ook in de lounge straks na de wedstrijd voor alles en iedereen. Dus wat dat betreft zit het kerstsfeertje er prima in. Ja, Sharon Dorsey Walker is ook al binnen het veld gekomen als ik het goed zie. Ja. De nummer 30 die een paar jaar geleden een aantal seizoenen bij Landstede Hemmer speelde. Is opgedoken toen een Amerikaan van Den Bosch die ze Mayfield die ze had aangetrokken, toch maar besloot om na de uitschakeling van de Champions League kwalificaties toch maar terug te gaan naar Italië. Ja, de Mario Mayfield inderdaad. En Dorsey Walker is hier aan de bal, Martin. Heb ik dat helemaal goed? Ja, 30 is Sean Dorsey Walker. Ja, is het turnover. Ja, deed het heel goed in zijn volgende periode. Kom aan Leiden. Er zijn heel veel kaartjes verkocht voor vandaag. Een heerlijk gezicht. Vol stadion. Hebben we wel zin in een feestje. En 3-3 zo net, Martin. Voor Kruithof, die vrijworpen. Dat is hartstikke netjes. Ook al schiet je 90% om er dan 3 in te springen. Die kans is toch maar 1% of 70. Hier Jones. Komt er niet door. Oh, gaat lekker snel rond.
Ja, dan wordt hij gedubbeld. Kroos, dan uitpassen. Ja, dat lukt redelijk goed naar Jones. Die vrij stond, die zich aanbood. Valt niet, Kruithof ook niet. En dan kan de Bos er snel uit. Met Moore. Veel contact. Goed naar de basket gegaan hoor. En gelukje voor Ververs dat hij niet zijn tweede P kreeg. Volgens mij had hij er al één. Martin, heb ik dat goed onthouden. Pak even. Het score wordt erbij. Hij heeft er eentje. Dus daar blijft hij ook gelukkig op staan. De captain van Leiden. Ja, we bewogen ook gewoon verder niet. Dus dat was op zich wel, wel veilig. Ja, er was contact. Maar dat kwam ook wel door de voorwaartse speler. De nummer 4 in het rood. Lee Moore. Nou, er kwam een wissel. Een speler die een paar weken niet gespeeld heeft. Roland Schaftenaar komt binnen de lijnen. Die vervangt Groos. En Maarten Bouwknecht komt erin voor Marijn Ververs. Dat zijn ook meestal wel de traditionele wissels. Nou, Beluiden heeft de Jones 5 van de 8 punten gemaakt. En Fenner heeft er ook 5. Maar dan voor de Hugo's. Ja, Helfrieg is ook binnen de lijnen. Speelde afgelopen wedstrijd in de beker ook niet. Dat is de nummer 10 van Heroes Den Bosch. Kijk, Helfrieg, schutter van beroep. Gekraakt, daarom ook recht. In de problemen, zag wel goed de schot. Oh, dat is zo zeggen. Typische Bouwknecht-bal. En de shotklok buzzer van heel ver, metertje of 7 plus. En ja, Leiden voorwaart in het publiek heeft weinig nodig voor een feestje vanavond. Ik hoor ze nu alweer helemaal aanzwellen hier, Dorsey Walker. Ja, 14 is Emmanuel Akot om het even goed compleet te maken voor de Heerlijk Den Bosch. Ook een nieuwe man. Noodschot voor Den Bosch. Goed verdedigd worden Leiden. Dit schot was het enige wat erin zat. Ja, dat acties maken te Kruithof. Oh, dit zou lekker zijn voor Van Bree. Jammer. Ja, DJ zette de feestmuziek al aan. Dat was een klein beetje voorbarig door C. Walker. Ja, veel wisselingen bij Den Bosch. Voor een belangrijk deel vanwege ongeluk met blessures. En ja, dan kost het ook tijd om weer in ritme te komen. Ja, dit zijn wel twee spelers die denk ik leuk tegen elkaar kunnen opboksen. Kruithof en De Pachter. Ja, Kruithof zal er denk ik ook wel uitgaan nu met 2 fouten. Ja, hoewel Kruithof iets meer op de 3 zo'n beetje zal spelen ongeveer. En De Pachter misschien iets meer op de 4. Zelfs niet verdedigd door voorlopig. Ja, ik denk Schaftenaar. Duco Bos komt er zelfs in, Martin. Ja. Ik denk dat Schaftenaar speelt gewoon bij Den Bosch gewoon 5. Is die niet. Het is een echte, het is een 4. Gewoon een power forward. Maar hij speelt gewoon op de 5. Intercy Walker. Antoine. Duco Bos met een ongelukkige invalbeurt tot nu toe. Kreeg de switch op zich. En of in ieder geval een lay-up tegen zich. En ja, dan... is het makkelijk gezegd, maar een harde P maken, zodat hij hem er niet in gooit. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dorsey Walker, die wel wat massa erbij heeft gekregen. Sinds zijn eerste jaren in Nederland. Ja, ik verbaas... En ook wat tekening op de armen erbij heeft gekregen. Ik verbaas me dat Duco Bos erin komt. En waarom komt hier de Sikking er dan niet in? Het is natuurlijk een iets andere positie waar Sikking speelt en Duco Bos, maar toch. Ja, inderdaad. Ja. Waar is de point guard in deze situatie? Waar is de tweede guard? Nou, Bos was in ieder geval ver weg en Bouwknecht kwam ook het beeld in lopen. Dan fel Erik Braal, mooie witte sneakers. En de Bosse Bank heel fel meecoachend richting de scheidsrechter dat de bal toch echt voor hen was. Dat is ook zo. Ja, punten zijn duur voor beide kanten. Wordt dan gekeken naar de klokken door de scheidsrechters. Eens kijken of daar puntjes op de i gezet moeten worden. De schotklok gaat van 20 naar 14. De Pachter. Akot speelde zelfs op het wereldkampioenschap in Azië. Doe even voor de 10 zetten, maar was ze bij de Heroes. Dat loopt toch goed af. Hier Moore, die het graag alleen doet. Nou, toch gaat de nood maar uitpaast. Uit de shotklok buzzer weer aanvallende rebound van Akot. Ja, met een goede size. Van Bree moet die man gewoon uitboksen. Walker weer uit de hoek, weer te kort. Rebound gevecht en de fout tegen Van Bree. Gaat daar een zet aan Akot, denk ik. Leiden in de penalty, Martin. Als hij tegen Akot was, dan gaat hij naar de lijn. Two shots. Zij zegt dan eens nog even aan wie het moet zijn. Niet smokkelen, jongens. Het is ja, inderdaad Emmanuel Akot. Daar komt Sikking erin voor Luke Van Bree. Zuid-Soedan, hè, als ik het me goed herinner, Martin. WK toch? Akot, waar ook Nuno Mot speelt. Ja, ik heb Akot geen wedstrijd zien spelen.
Dat is een andere discussie. Dat weet ik even niet of hij een minuut heeft gemaakt. Volgens mij heeft hij niet de laatste kut gehaald. Maar Omot speelde wel heel veel. Omot speelde goed, ja. Ook ex-leider. Akkoord. Die zal altijd in de herinnering blijven over die dunk tegen de Turkse center. Semi Erden. Ja, dat was gewoon een fantastisch start. Dat was de eerste thuiswedstrijd die hij speelde bij Leiden. Dat hadden we al een paar keer uitgespeeld. En dan even zo'n wedstrijdje binnenkomen met zo'n bal. Nou goed, hij dunkte echt gewoon, dat Spolding dat stond echt op het voorhoofd gebrand van die 7-footer. Ja, voor de rest maakt het niks uit, want Leiden verloor gewoon wedstrijd dik. Scheidsrechter, ik zie daar onze replay monitor staan voor de instant replay system. Ik snap nu waarom de scheidsrechter zo wilde draaien. Het is daar propvol op de tribunes, dus achter de tribune is bijna geen plek voor met de reden. Moeizaam en de bal verlies. Bouwknecht krijgt daar de bal niet onder controle en die zegt, wil die dan... Hij vraagt niet echt om een coach challenge, ofwel een beetje half-half. Maar geeft ook van alles aan, of dat hij nou zegt, er werd een fout op mij gemaakt. Ik weet niet of hij dat bedoelde. Ja, in ieder geval turnover. We zijn al twee keer niet over de middenlijn geweest met deze situaties. Ik vind het redelijk knullig. Punten duur aan beide kanten. Martin Loos, Poorting, Porter. We gaan dan laatst nog wat tellen in. Goede lay-up van Moore naar de ring. Kijk naar de scheidsrechter. Altijd op gewild. Leek me wat overdreven. Maar in individuele drive is Den Bosch duidelijk de betere van Leiden. Leiden moet het echt van het teamspel hebben. Goed insnijden. Dit is een goed schot van het Joost. Net te kort is dan Den Bosch. Kan er net niet bij. Komt to the races. Goede lengte en gelukkig zou je kunnen zeggen, wat maar weer een lay-up van Den Bosch. En een time-out zelf van Leiden. Die neem je dan met nog 1 minuut te gaan. Nou ja, waarom niet ook, kun je natuurlijk zeggen. Maar dit geeft wel aan dat de nood toch even hoog is. Ja, Leiden staat gewoon te knullen, knullig te spelen. De bal komt niet, wordt niet goed uitgenomen. Maar ook deze laatste situatie ook. In principe moet je die bal gewoon even snel uitnemen. Dan moet je niet als Jones staan met die bal blijven staan. Dan moet je over die lijn stappen en die bal innemen. Dan staat die press er nog niet. Maar goed, het is nu een time-out, dus je krijgt meteen weer een press over je, om je oren. Dus, In ieder geval 11-17. Ik zal even op de andere velden kijken. Den Helder Sun staat met de rust 5 punten voor tegen Feyenoord. 33-28. En daar zien we Carrera Krebs. Met 9 punten voor Den Helder en Troy Koeler 8 punten. En Kai Edwards 9 punten voor de Rotterdammers. En Donar staat tegen het einde van het eerste kwart met 23-20 voor in Limburg tegen Basketbalacademie Limburg. En dan gaan we even kijken naar de scores. Ocean Breathwave en Nieuw Masnits 5 puntjes. En voor Donar heeft John Mikstra 9 in hangen. En in deze wedstrijd waar u nu naar zit te kijken, Jones 5 punten en Venner 5. Dat zijn de topscorers. Nou, er zal wel weer een vette press komen van Den Bosch. Dat heeft succes, zeker als die bal bij de center komt die dan moet afgeven aan de guard. Dat weten ze ook allemaal. Daar zitten ze natuurlijk heel erg op te hameren dat we die steel kunnen ze pakken. Dat is duidelijk. We moeten bij de inbound. Daar kwam de schachtenaar wel goed helpen. Dit kost tijd natuurlijk. 10 seconden, 4 seconden, 5 seconden, 6 seconden. Tijd over de midlijn door Bouwknecht. Met de Tatum Jones. Heel veel contacten. Dorsey Walker gaat daar op de bom. Ah, Den Bosch heeft meer wissels, Martin. We hebben ook al flink op de doorgewisseld. Deels misschien nog wel een klein beetje door die twee fouten van Price. Maar we hebben besloten heel veel contact te maken, heel veel druk te geven. En terecht natuurlijk. We willen ook die oppositie versteveren in de B-Nex League. Zegt natuurlijk niet alles. Afgelopen seizoen storten ze toch wat in. En vooral in de... Oh, goede paas. Helemaal open. Assist van Wout op de Schachtman. Den Bosch leek ongenaakbaar voor het seizoen. Ongeslagen in het domestic deel. En toen werd het cross-border ging het wat minder. Deed Leiden ietsjes beter. Ja, en toen in de play-offs toen werden ze zelfs uitgeschakeld. Den Bosch door Donar. Ja, ze deden het heel slecht zelfs in de elite. Beetje een trekschotje daar, tekort van Lee Moore en opgeraapt. Nou, er wordt vaak gezegd, Schafsnaar brengt rust, brengt overzicht, brengt goede beslissingen. En so far, so good. Hier Bouwknecht naar de ring, onderlangs, mooie bal. Ja,
Ik zag dat hij niet heel net genoeg lengte en hoogte had om hem helemaal goed te kunnen plaatsen. Dus heeft net niet gelukt. Laatste aanval voor Den Bosch. Er zit nog een heel klein beetje verschil blijkbaar tussen de twee klokken, maar dat mag echt geen naam hebben. Ja, er zit geen verschil, want nu wordt de schotklok uitgezet en dit is een hele domme fout als je de penalty bent. Ja, dus gratis twee vrije worpen weggegeven. Dan krijg je de bal nog terug met 6 seconden. Nou, daar moet je ook wel wat mee kunnen doen. Snap jij dat? Zo'n vanaf 9 meter, 10 meter van de basket? Zo'n nee, dat slaat helemaal nergens op. Niet goed nagedacht. Vanmiddag zag ik wel Roel van Overbeek. Met nog 2 seconden kreeg hij de bal. En die gooide vanaf de middenlijn erin. Voor Joost? Voor Joost. Tegen Landstede. Maar nice. Daardoor stond Joost met rust nog 3 voor. Ja. Swimmoor, die raakt niet. En dan is nog 4 seconden. Dan is de bal bij Bos, die met heel veel moeite die bal controleert. En dan een vreselijke turnover. En dan komt er ook nog een kans als die erin gaat. Net niet, die was misschien iets te laat. Maar bijzonder slecht achter. Hier is het net weer. Dus Martin, heel erg leuk. Kijk eens, mensen die hebben hun portemonnee getrokken. Voor het goede doel Willem-Alexander Kinderfonds. En dit ziet er wel echt fantastisch uit. De Leiden cheerleaders rapen ze op. Heel wat sympathieke gebaren van de club. En ik denk dat ook nog wel een check aangeboden zal worden. En ook de spelers doen af en toe, je kent dat ook wel, van andere sporten en dergelijke, bezoeken aan zieke kinderen. Kijk, nu had je die grote bezems nodig kunnen hebben. Had je ze gewoon allemaal kunnen wegvegen. Die doe je gewoon met de hand. Dat gaat heel veel tijd kosten. Ja, dat gaat eventjes duren. Nou, ze hebben wel hele grote vuilniszakken. Maar een hele leuke actie dit. Ja, met de bezem. Beetje lomp. Kijk eens, wat een teddybeer. Hartstikke leuk. Ook de fans van Den Bosch hebben er misschien nog een en ander meegenomen. Dus prachtig gezicht. Goede actie. Martin, wij moeten ook nog even naar onze sponsor zo. Even kijken of de regie er straks tijd voor heeft. Even checken. Ja, wij gaan naar de sponsor. Ja, het is goed dat hij een bezem heeft. Ons communicatiehoofd helpt ook mee. Ja, we zijn nog steeds bezig met het veld op te ruimen. De grote bezem die kwam van Dillen, dat schoot er wat meer op. Ik wil ook wel een klein jongetje op het veld. Zouden ze die ook mee willen nemen? Nou, de kinderen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis kunnen ervan genieten. Ah, dat is zoontje van Wurde de Jong die op het veld liep. Daar zit hij ook front row. Zou hij nog een paar weken kunnen spelen bij Leiden? Het zijn toch geen internationale 3-3 wedstrijden momenteel. Nou, Marijn Ververs is er niet bijgekomen. Schaftena met een kort hoekje dicht bij de basket. Schaftena meteen naar 4 punten. Brengt het verschil terug naar 3. Ik vond het een risicootje om Duco Bos in te zetten. Die al weken geen wedstrijd gespeeld heeft. En dan tegen Den Bosch gewoon laten spelen. Ik had liever dat had ik toch anders gezien. Maar goed, ik ben geen coach. Ik weet niet hoe die jongen traint. Of hoe de rest traint. Percy Walker, een beetje dripping, een beetje ongelukkig misschien van sticking, maar levert wel weer een fout op. En Leiden gaat door met de fouten maken. Martin, ik tel maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deze wedstrijd tot nu toe is niet super extreem, maar ik tel er slechts 3 voor Den Bosch. Ja, Den Bosch ook de ploeg die naar de basket gaat, ook nu weer de paint in.
En scheidsrechters hebben ook besloten, fysieke wedstrijd. Daar glipt de bal uit de handen. Geen eens via Bouwknecht, gewoon over de achterlijn met een soort karambol. Door Steve Walker, die nog wat afwezig bij kijkt. En turnovertje voor de Heroes. Ja, hij is ook nog niet op wedstrijdgewicht, om het zo te zeggen. Hij was behoorlijk op aangekomen. En er werd ook gezegd, het zal toch wel 1-2 maanden duren voordat hij een beetje op gewicht is. Wedstrijd klaar, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt wel beter dan op gewicht, want dan zou je denken, hij is echt veel te zwaar, maar dat is onzin. Ja. Goeie paas, ingesneden door Bouwknecht, contact en fout. Dan kijken de Heroes naar elkaar, Prijs onder andere met... Kot van, wat ging daar mis? We hebben weer naar de scheidsrechter gekeken. Van, was het dan wel een fout? Ja, goed, Leiden krijgt ook de ene naar de andere fout tegen. Dus daar zou ik me niet te veel over mopperen. Nu was het Bouwknecht die goed naar de ring ging. Stoemper is terug. 23. Ja, die komt weer voor Dorsey Walker. Denk ik. Of Price is daar ook voor ingekomen. Misschien is Akot eruit gegaan. Die zie ik ook niet meer in het veld staan. Nee, we zien Fenner, we zien Kok, we zien Moore, we zien Stoembris en we zien Price. En dan tellen we 1 een Nederlander. En de leiders zijn wat er ook weer. Ja, voor het beeld. En Bouwknecht gooit bij de vrije worpen erin, waardoor het hier een one-point game is. Ja. Ook Den Bosch heeft moeite met scoren. Kijk hoe City dit gaat oplossen. Gebruikt de lente goed. Ja, Kok is aanvallend. Afgezien van Alibus. Meestal geen factor. Het is heel onbewolkt. Heel ongecontroleerd. Bover. En hoewel die ook gigantische kwaliteit heeft. Als een stukbogger als Biewouder. Daar gaat het allemaal weer. Hier hebben we ook een echt beetje opportunistisch, maar maakte al een keer een verre bal. En ja, daar werd Sikking denk ik even geduwd of vastgehouden. Of krijgt hij hem tegen? De Bos loopt aan de kant op. Oh, ik krijg hem tegen. Dus wat contacten. Hij probeert een Sikking, maakt zijn eerste fout. Als hij hem tenminste krijgt, en we zien dat het op het bord gezet wordt. Time-out. Ja, ik weet ook niet voor wie de time-out is. Ik denk voor Den Bos. Maar dat is alleen maar denken. Mooie vol huis aan Martin. Je ziet op die plaatsen achter de basketcasino nog wel een beetje ruimte, maar al te veel is het niet. Ik hoorde dat er toch zo rond de 2000 kaarten zijn verkocht van de 2400. Dus dat is natuurlijk lekker. En ja, dat mensen die direct achter die basket gaan zitten, dat snap ik natuurlijk wel. Dat is niet zo'n al te beste plek. Nee, er zitten wel heel wat mensen uit Den Bosch in een zak. Dat deels achter de basket zit. Ze hebben natuurlijk ook genoeg zicht op het veld. Dus er zijn ook wat mensen hier die hier voor het eerst in de hal komen. Die vinden het dan een mooie hal. En dat is op zich in zekere zin is het ook wel zo. Er zou gewoon wat dichtgesleuteld moeten worden. Dus een beetje gesteggel of de gemeente dat moet betalen of dat Leiden moet betalen. Ja, het idee is inderdaad om dan de tribunes daar wat minder licht te laten vallen. Zodat je iets meer een focus hebt op de Kijk, er was zo'n brochure of een foto gemaakt van zo gaat het eruit zien. Dat was met lichtshow en met spots en dergelijke. En dan denk je, ja, als je het zo presenteert als gemeente zijn, dan vind ik dat je dat ook moet zorgen dat dat klopt. En de gemeente zegt, ja, maar ZZ Leiden moet dat betalen, wij gaan dat niet betalen. Nou ja, oké. Okay. Ja. Dus daar zal nog wel wat over overlegd moeten worden. Dus het is wel jammer dat we al 4 maanden verder zijn en dat er nog steeds niks besloten is. Ja, dat heeft tijd nodig. Maar tegelijkertijd zie je het ook week per week verbeteren. Ook onze eigen productie, onze eigen mogelijkheden en ook zeker de aankleding ook wel beneden. De gezelligheid en mooie bal van Austin Price uit de hoek. Ja. Dus 4, to possession game. Nog een beetje vroeg om dat te zeggen. En nou, je toch had over zaken rondom de club. Er is een nieuwe podcast gestart. Gepresenteerd door Diego Ouwerkerk. Ik krijg te ver van zijn makkelijk terug. Met een gelukje. Die is te kort. Goed erachter. Raar. Goed gedaan. Maar nu tegen Jutte Kok. Ja, kon niet eruit. Ja, dat is lastig tussen 4 man. Jammer. Moet je ver. Het begon een beetje met dat zijn schot. Hij twijfelt een beetje voor dat schot. En aan de andere kant een break tegen. Die valt net niet. Dan kan Jones hem helemaal vrij oprapen. Ik vind dus de wedstrijd volgen natuurlijk. Ja, ik vind dus niet dat Ver moet gaan dribbelen als hij daar tussen die mensen staat om de bal naar buiten te krijgen. Nee, maar ja, weet Paas je, hem dan gewoon. Als klein manneke, redelijk klein manneke tussen 4 man, dan houdt het ook wel een keer op. Pasen was denk ik ook geen optie. En, step back is niet helemaal goed. Daar was het en de schaftenaar en het was Sikking. Dan krijgt Leiden er weer niet in. Een beetje kans doet hij niet te benutten. Ook... afgelopen woensdag en ook vandaag gaat het een beetje die kant op met dit soort sequences, dit soort periodes.
lage schotpercentage. Zet hem een fout van de bal weg van Sikkim. Dat wordt zijn tweede. Die gaat er meteen uit. Dat je de vraag weer terugkomt. Luc van Brede. Kijk, ja, inderdaad. Ja, Martin, ik was aan het vertellen over die podcast. Over ZZ Leiden. Is de bedoeling om die twee keer per maand uit te brengen. Met ja, nieuws, maar ook allerlei interviews. Mensen rondom de club. Spelers ongetwijfeld ook. De eerste aflevering is online gegaan. Te vinden op en Spotify. En op iTunes. Dus via Apple. Apple Podcast. Hier is Toenbries. Raakt hem niet. Ik ben niet bang om te schieten bij Den Bosch. Wat ik Frans heb gezien in de Europa Cup, toen ze een lastige periode hadden, ook al rond blessures. Heel veel contact hebben met Verhoeven straks, ja, voor de vloot, kijk, en je beschikking krijgt daar twee keer een fout voor. Ja. En dan vind ik dat je ook hier gewoon consequent moet zijn en die bal ook moet fluiten. Tweetje, denk ik, als die valt. Valt niet. En dan ook nog dat zo achter zijn ballen kunnen gaan, deed dat helaas niet. Dan raapt verder op zijn gemakkie op. Hier is het valt niet. Lage percentages dus voor Leiden. Afstandsschoten vallen niet of nauwelijks. En... wat dat betreft, maar goed, ze weten nu wel aardig te verdedigen, maar doet het toch een beetje denken aan dat dribbelt de Fenner zomaar de bal over de zijlijn. En dan mag heel veel gemopperd worden, hoor, tegen de scheidsrechter. Ja, maar zeggen van het was dit en maar dat. Terwijl je de ene na de andere fout meekrijgt als Den Bosch, want lijn heeft zo'n 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pace gekregen. En ja, natuurlijk ben ik niet neutraal, maar als je al zoveel tegen je laat praten als scheidsrechter, dan zou ik zeggen deel een keer een technische fout uit. Ik vind wel dat er heel veel commentaar gegeven mag worden. Anyways. Zoeken. Er komt niemand vrij. Dan Verven zelf een goede bal. Die moet er dan in, hoor. Maar jammer. Tegen Boy van Vliet. Dat lukte niet. En dat lijkt op 17. Maar ook een balverlies aan de andere kant. Of een balverlies. En misverstand is Fenner. Kok die elkaar moet in spreken. Kok gaf even een backdoorpaas. Fenner liep juist naar boven. Jito Kok is een speler met twee gezichten. Heel veel in het Nederlands team gezien. Daar staat Verwers gewoon op de achterlijn. Scheidsrechter fluit niet. Dat was out of bounds. De Bosse reclameert ook niet. Bijna de bal kwijt. Dat goed. Heel veel druk. Heel veel contact hier. Bouwknecht. Point blank range. Leiden mist twee lups achter elkaar. Daar gaat de Bouwknecht tegen pijn. Heeft hij echt pijn? Oh, hij heeft een beetje een soort van pijn. Hier is Toenbries. Kan hij het afstraffen? Ook niet. Mis. Het is intens en niet goed. En dan is het up ahead to Bouwknecht. En dan... oh! En one! Nee, staat op de zijlijn. Leiden tot twee keer toe niet gescoord. En daar kwam inderdaad Jones. Die kwam van onder het veld. Stapte die naar binnen. En hij had waarschijnlijk ving hij de bal al voordat zijn voeten op de grond waren binnen het veld. En de score afgekeurd. En daar had Bouwknecht, Martin... ja, maar ik een gouden kans om een lay-up in te lopen, omdat hij daar nog stond, omdat hij aangeslagen was vanwege die beuk van Kop. En hij weet het niet te verzilveren. Nou, ik denk dat hij wilde wel reclameren dat de bal de bord geraakt had voordat Kok hem lokte. Dat zou kunnen. Maar goed, dat is nog niet. Dus nu krijgen we natuurlijk heel veel boel geroep tegen die scheidsrechters. Ja, dat had dus ook misschien nog een goaltending situatie kunnen zijn. Dan is het hier ook gerommel. En dan Bouwknecht technische fout. Denk, geen technische fout. Bouwknecht ging helemaal uit zijn dak. Als de jongen recht even. Ik stond er goed voor. Ik weet het zeker. Hij fout. Oké, goed. Goed herstel. Ja, publiek natuurlijk. En dan gaat Braal gaat hem challengen. Ja, dat vind ik een regel. Die moeten ze wel aanpassen in de toekomst, vind ik. Je mag challengen. En als je gelijk hebt, mag je hem houden. En als je niet gelijk hebt, dan ben je challenge voor de rest van de wedstrijd kwijt. Of voor de rest van de helft. Zoals het in hockey ook is. Je mag challengen en heb je geen gelijk, dan ben je challenge kwijt. Heb je wel gelijk, mag je nog een paar keer challengen. Nou, er wordt even gekeken. Geef maar weer ruimte om de velden langs te gaan. In de Den Helder Suns is de derde kwart begonnen. Het is 36-33 voor Den Helder tegen Feyenoord. En dan hebben we nog gewesteld in Limburg. Basketball Academie Limburg tegen Donar. Daar staat het na 7 minuten in het tweede kwart. 25 tegen 32. En hier wordt er moeizaam gescoord. Zeg maar, moeizaam wordt er. Het staat 4-3 in dit kwart. En we zijn halverwege het kwart. In totaal staat het dan 17 tegen 21. En nu gaan we kijken voor wie die bal is. Of die bal nou voor Den Bosch is. Of voor Leiden. En... nou ja, goed, het is. We zullen dan moeten afwachten wat de beslissing is.
Ja, René gaat via... Voor mij gaat hij via de voeten van Van Bree uit. Dus dan zou Den Bosch de bal moeten hebben. En nu is het nog Van Vliet die eraan zit. Hij komt toe op het been van Van Vliet. En dan komt hij tegen de knie volgens mij van Bree aan. Dat is moeilijk te zien of het misschien niet toch nog de knie van Vliet is na de knie van Bree. Dat zou dan hier moeten blijken. Ja, volgens mij zit de voet van Vliet eraan. Na die knie. Nou, even die scheidsrechter in beeld moeten zien. Maar die geeft de bal voor Leiden. Dus de challenge heeft uitgewezen dat Leiden met recht de bal krijgt. Maar goed, het wordt tijd dat weer gescoord wordt in dit kwart. Leiden pas 4 punten. Oh, rutsen allemaal weer dit. Lopen. Ja, Den Bosch loopt net zo goed te prutsen. Het is een kwart waar een weinig goed gaat bij beide ploegen. Braal vindt het ook niet, is ook niet blij. Kijkt ook boos. Koud op zijn kou rond. Nou, ik denk dat Spreddy ook niet een happy camper is als hij dit allemaal zo ziet zoals het nu gaat. Zeven seconden. Nou, fout van Stoendries. Krijgt het tweemaal voor Van Bree. Met 2,2 seconden op de shotklok was het wel maximaal haalbaar om naar de basket te drijven en vrijworpen uit te lokken. En er wordt weer gewisseld bij Den Bosch. Als iemand werd aan de kant geroepen. Ja, Price komt erin. En Van Bree, je mist zijn vrijworp. Nou, lekker zijn als die even valt, Martin. 17 punten in 15 minuten. Dat lijkt op woensdag. Dat lijkt heel erg op woensdag. Ja, Van Bree heeft nog geen punt gescoord. En een wissel. Hij heeft bloed aan de ellebogen, denk ik, onderarm of iets dergelijks. Er wordt geconstateerd. Dus vraag eens even, kan dat heel snel? Kan die dan terug? Ja, dan moet Rick, een van de fysio's, die gaat dat fixen. En dan komt Sikking erin. Die moet ze dan nemen. De tweede vrijworp, het eerste is al gemist. Ja, neem ik aan. Ja, meen ik aan. Ja, eentje. Ja, inderdaad. Ondanks dat hij die misschien ook niet echt had mogen nemen. Maar hij nam hem wel. Kon hij ook niks aan doen. Hier, Sikking is... Nee, niet te kort. Rolt erin. Leiden heeft goed gebruikt. Ja, ook Den Bosch natuurlijk niet groot. Dus veel balbezit. Het is gewoon heel intens. Vooral heel fysiek. En dat maakt het ook heel boeiend. Twee topteams in de B-Next League. Bijvoorbeeld Zwolle er aardig aan zitten komen. En Joost natuurlijk de laatste tijd heel goed bezig is. Maar die speelt natuurlijk tegen elkaar. En dat wonen ze willen. Lekker veel wedstrijden zo tegen de kerst in die B-Next League. Ja, die volgens... Oeh! Slam dunk alley-oop. Dat is wat Jito Kok doet. En die bal komt heel ver terecht. Dan kan Den Bosch lekker zijn verdediging neerzetten. Ja, ik snap ook niet waarom de scheidsrechter niet heeft fluit dat de klok stil moet. Heel ver. Bijna gestript door Moore die er fel op zit. Dan had er inderdaad in tweede instantie een P kunnen zijn. Ja. Nou, dan moet je dan alles af gaan fluiten. De scheidsrechter denken, laten we de rust halen. Hier Sikking voor 3. Jammer. Beetje vlak geschoten. En dan heel fel naar die bal gegaan door Moore. Die lekker actief is. Ja, wat meer diversiteit. Wat meer snelheid ook. Ja, dit is dan wel echt een ego-bal. En daar wilde ik over vertellen, Martin. Lee Moore. En dat geldt ook voor meerdere spelers. Ook voor Price bijvoorbeeld. Vond ik in de Europa Cup, werd er vermoorden toen bij was verder ook. Echt heel erg egoïstisch spelen en veel contact en een fout. En dan gaat iemand neer. Was dat on the play? Daar is het diezelfde
Moore die kuit, denk ik. Ja. Ik weet niet of hij on the play was, Martin. Of dat het een beetje van de bal af gebeurde? Nee, dat was. Hij raakte Marijn Ververs kwijt met een schijnwerking, okay, denk ik. En Ververs ging toen naar de bord en er werd hij aardig getorpedeerd. Laten we niet hopen dat het een letterlijke ankle breaker is. Daar ziet het niet aan, maar misschien toch even. Pace of zo, even een ingeschoten visio van de Bos er ook bij. We gaan dus even. Wat gebeurde er? Wat kun je niet? Blijf een beetje in beweging, laat dat bloed stromen. Gaan we naar de kleedkamer, ja of nee, denk ik wel. Ja. Ah, de kleedkamer zijn aan die kant waar ze nu naartoe lopen. Dus daar ziet u ze even voor de check gaan toch wel bijna. 3,5 minuten voor de rust. Scheidsrechters ook in overleg. Even vraag maar over. Misschien gewoon even bijpraten. Ja, dat houdt allemaal op voor de spelers. En volgens mij is er gewoon een fout gemaakt tegen Ververs. Dus we krijgen gewoon 2 maal. Want Ververs was nog in de lucht ook. We gaan weer kijken. Op de monitor kijken, denk ik. Nee, dan is het meer iets doorgeven aan coach Spratly wat dan Leiden betreft. Of iets uitleggen of iets opmerken over een speler van Leiden. Een wissel. En weer door. Ja, er moest een wissel voor Moor inkomen. Ja, maar en ondertussen mocht ook Stoenbries naar de kant. En we krijgen in ieder geval 2 vrije worpen van Marijn Ververs. Dus ik neem aan dat het gewoon een normale fout is en dat we 2 maal krijgen en dat zit. Ja, de gebied is buiten beeld. Maar het publiek op reageert in ieder geval gaat Ververs eindelijk die lang verwachte overleving op nemen. Die eerste is te hard, maar toch goed. Zonder geluk vaart niemand wel, ook Marijn Ververs niet. Nou, Leiden is toch, ja, hangt erin, hè. Ik bedoel, Damos scoort natuurlijk ook niet veel. Nee, het was, wat was het, 13-18 of zo na het eerste kwart. En het staat nu in het kwart 6-5 voor Leiden. Ja, dat is 11 punten samen in 6,5 minuut. Dat is Stoenbries. Ja, ik weet niet wat er aan de hand was aan de kant. Dus jammer dat we dat allemaal niet kunnen zien. Ik denk wellicht echt Ribraal gewoon een waarschuwing of zo. Dat hij hem mond moet houden. Of Stoenbries, want die ging ook uit de keer. Het turnovertje er maar weer goed teruggezet. Daardoor Sikking op Akot. Die daar zomaar de bal. Je moet het zus, je moet het zo. Hier, daar. Ja, het is de kracht van Den Bosch, die individuele acties. Maar dan is een speler die zegt: geef hem nu aan mij. En we doen het solide en we zetten goede screens. En even niet te frivol en laat mij het maar doen. Dat is in principe Boy van Vliet, die doet dat ook prima. Maar ja, die kan natuurlijk ook niet alles recht trekken. En daar zit wel de Achilleshiel van Den Bosch. En dat gaat natuurlijk ook wel groeien. De spelers zijn geblesseerd geweest en wat later bijgekomen, et cetera. Hier met Ververs, Boy van Vliet op zich. Hoe else zou je bijna zeggen? Hier Malknecht. Kijk of Leiden in de paint kan komen. Dat gaat Jones doen ten koste van een steal. Ja, goed gedaan, al goed handje ertussen. Maar zonder. Het is wel een one possession game geworden. Dus kijken of Leiden nog gelijk kan trekken bij de rust. Nu wel een goede paas van Kok. Ja, mooie assist. En dan is het een time-out van Leiden, hun tweede. Makkelijk vrijgekomen daar. Iemand stond niet op te letten. Je weet als Kok daar op die positie staat, hoog. Dat daar toch geen scoren van komt, daar kan je gewoon ook afstand van nemen. Dan hoef je niet te gaan helpen. Ja. Dus dat is 20-25. Ja, en dan in zo'n low scoring game, dan is het natuurlijk zo'n runnetje. Kan hartstikke duur zijn. Dus coach Bradley en coach Stalman en coach Maskers, die denken natuurlijk ook van de kiep zien te smoren. Als we even kijken naar de punten, Martin. Ja, niemand in de dubbele cijfers aan beide kanten. Dus ook niet heel verrassend misschien. Maar Bouwknecht 5, Jones 5, Schachtenaar 4, Kruithof 3, Moor 5, Arcot 5, Venner 5, Dorsey Walker 3 en Price 3. En dan hebben we de topscorers met een hele kleine T, terwijl we daar al Groenendijk zien. Dan hebben wij de topscorers nog gehad. Ja, in de 20-25 stand valt er ook weinig topscorers te benoemen. Of één iemand moet alle punten maken, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Kijk, die heeft een stofzuiger nodig, firma Kruithof in Leiden. Fantastisch. En volgens mij, als ik het goed zag, is dit gewoon Kruithof die daar ingeshopt is? Ja. Ja, wel hè. Ja. Ja, hij deed me aan, dat is allemaal weinig, hè. Ja, die speelde trouwens niet met nummer 17, maar die Haardos. De krullen deed hij me ook in die houding heel erg een Drazen Petrovic denken. De legendarische Kroatische kaart. Maar het was wel gewoon Lucas Kruithof, maar hij keek een beetje zo naar beneden. De stofzuiger, hè? Die is, ik geloof het wel, een van ons verzonnen. Toen is het een beetje gaan leven.
Ja, precies. Dat is gewoon doorgegaan. Wij zijn de Leidse stofzuiger. Dat is toch een beetje onze schuld dan. Zelfs in een verslag noem ik hem soms nog wel eens zo. In plaats van nog een keer Kruijter te zeggen, want anders is een storende herhaling. Kreeg ik op de middelbare school altijd van de lazer van de leraar. Yep. Dat ik te veel dezelfde woorden te gebruiken. Oké. Nou, Martin, jij bent een schrijver van beroep. Dus dan is het heel goed om op al die kleine details te letten en inderdaad de variatie aan te brengen. Ondertussen een fout gemaakt. Dumbel is in de penalty gekomen. Kijken of Leiden daar meteen wel uit kan peuren. Breien zien we ook in Kroos, die we nog weinig gezien hebben vandaag. Dat ook mede airbolletje. Binnengehouden door Kroos, dat viel niet mee. Jots is goed. Leiden zit home for free. Even een weinig afgeschoten die goed gaat in deze wedstrijd. En Martin, we hadden het erover. Kan Leiden gelijk trekken bij de rust. En dan zal het daarna vooral een kwestie zijn van de slijtageslag met een vrij beperkte rotatie. Want Duco Bos dus ook minuten maakte. Dan zit je op 8 man. Ja, Schaffner is terug. Dus op 9. Ja, dus wat dat betreft is het wel verbeterd. En mis je natuurlijk nu nog vooral de Van Elsen. Maar ik zei al, Kroos niet heel veel gezien. Maar dat komt ook wel omdat Schaffner een goede invalbeurt had. Ja, dan zou ik ook gewoon zeggen, laat Schaffner spelen. Nu is Kroos er weer in. Dus ik weet niet wie die bal binnenhield. Of misschien was het Kroos zelf wel die hem binnenhield. Waardoor hij via weer bij Jones kwam. Die meteen die drie punten erin vuurde. Want die bal van Ververs had natuurlijk de ring ook niet geraakt. Dat is knap hoe Kroos daar blijkbaar binnen het veld wist te blijven. Die aanvallende rebound. Want we zagen het eerder natuurlijk met Tajan Jones. Die van buiten het veld kwam. Hier een fout van Jones. Die kan het niet geloven. On the shot. Dat betekent 2 maal voor DJ Fenner. Ja. Ja, Derek Fenner. Ja, zo heb ik hem ook 1 keer uitgesproken. Maar iedereen zegt DJ. Als je zoekt op DJ Fenner, dan vind je meer dan Derek Fenner. De kop er weer uit, de pacht er weer in. Oh, kijk. Brandt is terug. Fenner. Redelijk strak geschoten. Maar ja. Hij ziet, dus dat telt. Volgens mij vraagt de pachter er even wat gaan we straks spelen. Natuurlijk nog redelijk nieuw die playbook van Den Bosch voor hem. Waar Den Bosch ook versterking aangetrokken is echt op management en technisch vlak. En Corel is daar meer gaan doen. Het gaat om de begeleiding en analyse. Video en dat soort zaken. En natuurlijk is ook Johan Rooyakkers daar binnengekomen. Zeer succesvolle coach. 4,9. Duitsland en Italië. En alles hier in Bouk. Oeh, Wedgie. Alweer. Alweer afgelopen wedstrijd deed hij dat ook. Was het ook Bouknecht volgens mij. Bal en klem. En de pijl stond in het voordeel van de Wolfsblijker. Ja. Aanval duurde ook wel erg lang. Het was natuurlijk ook op de rand van de shotblok dat hij moest gaan schieten. Er werd iets te veel gedribbeld door andere spelers. Het was lekker net even dat drietje van Tajan Jones. Waardoor Leiden weer aan kon klampen. Dit is het mooi nagewezen zeg. Een prachtige bal. Van. We hadden het over DJ. Dat was Fenner dus. Ja, die komt nu, wordt nu topscorer van Westen met 9 punten. Ja, en 6 punten. Dat wil niet zeggen dat het niet eerder is geweest. Maar ja, low scoring aan beide kanten. Dit is wel een van de wat grotere kloofjes. Twijfel bij Leiden. Moeilijk. Zoeken, kijken. 5 seconden nog. Dan goed bij de ring gekomen. Ja, vrij vrij. Nog een paas. Nog een paas. Dan moet hij er wel in. Duidelijk tekort van Bouwknecht. Kreeg hem niet lekker weg. Ik snap niet zo goed waarom Van Breen niet zelf schoot. Hoewel die corner free natuurlijk lekker dichtbij is. En de Bouwknecht kan dat. Geen score voor Leiden. En Leiden krijgt nog de bal terug. Oh, prachtig. Rondgespeeld. Weer zo mooi nagewezen. Dit keer valt hij net niet. En dan is het een rebound van Groos samen met Jones. Ja, ik heb de laatste aanval voor Leiden. Ik hoop dat Schotklok ligt er 2 seconden achter. Ja, nee, is inmiddels geblankt de schotklok. Dus blijkbaar niet aan de orde. Ga ik dan even vanuit. Hier Ververs tegen de pachter. Een mismatch. Zit er niet heel veel mee. Gaat er niet langs. En nog 3 seconden. Uit. Weer doorgepakt. Mooie passing game. Maar ook die. Ja, duidelijk tekort. En ook daar dacht ik, ja, Bouwknecht stond ook flink vrij. Je kan ook wel eens een paas te veel geven. Maar goed, Martin, we gaan straks weer kijken. Net zoals woensdag. Naar de schotstatistieken. Maar die zullen weer rond de 30% zijn. Je hebt ze ook daar zo'n beetje live. Misschien zijn de live zelfs al bijna helemaal weggewerkt. 23%. Van Bree heeft het helemaal niet vandaag. Staat op 0 punten. Formeel heeft hij er 1 gekregen. Omdat Sikking die vrijworp als invaller voor hem dan.
Maar in principe heeft hij nog geen bal erin gegooid. En is ook een onzichtbare factor. Ook maar 2 reboundjes. Dat was gewoon te weinig. Ja, we hebben het er vaker over gehad. Het is opmerkelijk. Van Bree kan gigantisch uit zijn slot schieten. Kijk, ik denk dat hij wel 3 Europacup wedstrijden heeft gespeeld. Zo rond de 20 punten. Was de koning in Varese. Was natuurlijk een koning in die hele belangrijke wedstrijd tegen Donar. Waar Leiden landskampioen werd. Maar kan ook diep, diep wegzakken. Ja. Martin. Ja, het is een 6-point game. 2-possession game. Wat gaat er goed bij Leiden? Nou, ik vind dat ze toch over het algemeen wel redelijk verdedigen. Je houdt een makkelijk scorende ploeg als Den Bosch op 29 punten. Dat is niet verkeerd. Ze dwingen Den Bosch tot een schotpercentage van 39%. Ze hebben zelf schiet Leiden 22%. Den Bosch schiet 11 uit 28, Leiden 6 uit 27. En Vrijworp Leiden 9, 8 uit 9 en Den Bosch 4 uit 8. Dus dat ontloopt elkaar niet zoveel. Leiden rebound ook iets beter dan Den Bosch, 22 om 18. Okay. Maar Leiden heeft dan weer 11 turnovers en Den Bosch heeft er 8. Allebei veel, maar 11 is heel veel. Ja, je moet ongeveer uitkomen tussen 14 en 15 of zo. Dat is wel acceptabel. Maar als je 11 verdubbelt naar 22, dan is dat veel te veel. Oké. Okay. Mooi zo. Wat doet Den Bosch goed? Nou ja, ze laten zich in ieder geval niet gek maken. Ze gooien natuurlijk ook heel veel ballen wel weg. Er is heel veel miscommunicatie in de ploeg. Maar goed, er is altijd wel iemand die de individuele kwaliteiten heeft om gewoon een score te versieren. En dat misleiden wel een beetje. Ik vind dat Jones daar af en toe te bescheiden is. Dat hij te veel die bal afgepaast. In plaats van dat hij zelf gewoon een actie maakt en dan gewoon een keer omhoog gaat. Want hij kan hoog springen. Dat hij een keer een fout krijgt op een jumper of zo. Maar goed, dat is misschien in de playbook van Leiden zo. Van we pasen meer en we zoeken echt naar de open kans. Waar die ook mogen liggen. Dat maakt dan niet uit. Dus en dan is het, dat is dan hoe het is. Ik zou graag nog een creatieve speler erbij willen hebben. Duidelijk, duidelijk. Ik zou net even Stan van der Elzen een praatje maken met Thomas van der Mars. Die zijn allemaal naar de kleedkamer. Daar gaan ze bespreken wat ze allemaal uit de kast gaan trekken in de tweede helft. It's anybody's ballgame. Het kan uiteraard nog alle kanten op in deze strijd aan de top van de B-Next League. En bij het scheiden van het jaar 2023, waar Leiden maar liefst 4 verschillende bekers pakte. En Den Bosch geen 1, als ik me niet vergis. Nee, dus er waren maar 5 bekers. En die ging naar Oostende. Die ging naar Oostende. Zo is dat. Martin, wij gaan het sponsorprogramma afdraaien van de pauze. En daarna alle highlights mensen van de eerste helft. Nu eerst naar onze sponsor. Zorg en zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Want wij zijn Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. De rust is bijna voorbij. We gaan beginnen aan de tweede helft. Waarin het 23 tegen 29 staat. Een behoorlijk lage score. Beide ploegen zijn lekker bezig. Ter vergelijking, Landstede Joost United was na het eerste kwart 26-25. Even de andere wedstrijden. In Den Helder zijn er nog 5 minuten te spelen. En daar staat de 56-51 voor de Suns. Die voor het laatst in de Sportlaan Sporthal spelen. Tegen Feyenoord met 51. Topscorer in de wedstrijd is Zababang Gala met 16 punten. En aan de andere kant Boyd van der Vuurst, de Vries met 14. En Troy Koeler met 11 punten. Die, als die speelt, als hij niet geblesseerd is, doet hij ook goede dingen. Dus het is inmiddels wel 56-53 geworden. En dan hebben we nog Basketbalacademie Limburg tegen Donar. Daar zijn ze 3 minuten bezig in de tweede helft, derde kwart. Staat het 34-43. En daar hebben we als topscorer Braithwaite met 9 punten. En aan de andere kant Sander Hollanders in zijn oude hal met 12 punten de topscorer met Donar. En hier gaan we dus beginnen met de tweede helft tussen Zorg en Zekerheid Leiden en Heroes Den Bosch. Leiden 12 persoonlijke fouten, Heroes Den Bosch 7. Er is echter niemand met meer dan 2 P's. Dus wat dat betreft kunnen de ploegen, de spelers volle bak gaan. De topscorers bij Leiden is Tayden Jones met 8. Maarten Boutknecht met 5. Roland Schaftenaar met 4. Lucas Kruithof 3. Marijn Wervers 2. En Luc van Bree 1. Eigenlijk hier beschikking dus 1. Maar goed, omdat Luc de vrije worp moest nemen, gaan die punten dan naar hem. En bij Heroes Den Bosch is Dirk Venner topscorer met 9 punten. Lee Moore en Ralf de Pa en Emmanuel Akot hebben 5 punten. 3 punten zijn er voor Robert Stoemries en Sharon Dorsey Walker. Sharon Dorsey Walker heeft er inderdaad 3. En Austin Price heeft er 3. Stoemries heeft er 2. En Jito Kok heeft er ook 2. Rebounders Droos bij Leiden met 6, de toprebounder. En bij Den Bosch zijn dat Moore, De Pachter, Venner en Kok. Allemaal met 3 rebounds. Leiden begint de tweede helft met bal uit. Dus de kans om de achterstand te verkleinen is dan ook nadrukkelijk aanwezig. En Kroos neemt de bal uit. Heeft nog weinig laten zien. Heeft 1 schot genomen in de hele wedstrijd. En dat levert er niks op, om zo maar te zeggen. Bijna een turnover. Ik krijg een fout voor Kok. We gaan nu de andere kant op fluiten met de fouten, denk ik. Dat is de eerste persoonlijke fout voor Jito Kok. Dus er is geen enkel gevaar. Weer een airball van dit keer Luc van Bree. Heeft het nog steeds niet. Nou, zijn punt is nu bij de scouting ook weggehaald. Dus dan zal je beschikking er nu dus 1 hebben gekregen. En de Heroes Den Bosch in de aanval. Een behoorlijke mismatch daar onder de basket. De Stoenbries gaat voor 3. En schiet hem er gewoon binnen. En brengt het verschil meteen naar 9 punten. Leiden moet echt in de achtervolging. En dat begint met beter aanvallen. En dan ook vervolgens beter verdedigen. Ververs voor 3. Nee, die schiet hem erin. Dat is welkom de score voor dit Leiden. Dat daar op 26 punten komt. Drie punten uit de corner. Die gaat mis. Geen rebound voor Lucas Kruithof. Met Jito Kok in zijn nek. Over Akot hadden we het ook in de eerste helft nog even over. Hij heeft inderdaad niet op het WK gespeeld. En dat was voornamelijk vanwege een blessure. Een rebound voor Kruithof na een enthousiast schot van Stoenbries.
Ja, volgens mij ging de bal via de voet van Price uit. Ik ben het dan met Jones eens. Dat was niet gebeurd. Gebeurt niet. Ik verwacht ook niet. Ik zie op Spratly niet voor een challenge gaan. Ik zie het wel. De scheidsrechters gaan in ieder geval wel kijken. Dat Marijn Ververs naar de baas gaat. Ja, je ziet dat blok van Jito Kop natuurlijk van verre aankomen. Probeer dan te kijken naar de man van Jito Kop. Of die dan misschien vrij is om aan te spelen. Of je moet echt een hoge floater over Kok zijn uitgeschrikte arm heen gooien. En dat is niet eenvoudig. In Den Helder is het inmiddels gelijk geworden. 56-56 nadat het 56-49 was. En daar komt nog een tweede vrijworp voor Trenton Gibson aan. En dan hebben we nog de Leeuwarden. Of Limburg. 36-44 is daar de stand. Maar de enthousiast wordt er gewezen naar de kant van Den Bosch door scheidsrechtervervolgens Janssen de Jonge. Maar we gaan afwachten wat de replay, de instant replay system gaat laten zien. Of die gelijk heeft of dat de bal naar Leiden moet gaan. Het is ook wel een hoek waar je het niet kan zien. Dus ik hou ook gewoon rustig even mijn mond. Ververs gaan naar de basis. Kijk, hier zie je Kok komen. Misschien moet je hem nu even achter je leggen naar Gross. Of je moet hem hoger nemen. Ja, de rode voet. De rode voet gaf die rode voet uit. Maar goed, wat zeg ik? Ik ben misschien iets wat gekleurd. Ja, rode voet zet hem ervoor en daar gaat hij mee uit. Ik denk dat we niet heel moeilijk over hoeven doen, maar deze bal moet gewoon voor Leiden zijn. En misschien zijn ze inclusief en dan gaan... Nee, hij gaat de bal aan Leiden geven. Goed camerawerk. Ja, met Kroos. En Jones. Ja, die zou lekker zijn. Net iets te verder rechts. Moeilijke rebound. Daar zit de Ververs goed bij. Goed afgelegd, Kroos. Ja, die zit in de Kok aan komen. Wel een fout. Ja, niet slecht gedaan. Kok geeft die fout ruiterlijk toe. Dat is de tweede fout voor Kok. Kroos is een redelijke vrijworpschieter. Laten we het niet te veel jinxen. Hij heeft nog geen punten vandaag. Deze man, Max Kroos. Hij heeft ook pas één keer geschoten. Dat is ook wel erg weinig, moet ik zeggen. Maar goed, onze leider scoort ook in de paint maar 6 punten in de eerste helft. Tegen 4 voor Den Bosch. Ja, duwt hem er goed doorheen. Kroos, prima. Dat is wel een van zijn goede punten. Hij heeft een redelijke touch. Dan kan ik een 3-puntetje loslaten. Gaat de rebound samen met Luc van Bree. Ja, Leiden, we zeiden het al zo vaak. Blijft erin hangen. Deze valt dan niet. Nee, toch zonde, want het is nu een gat van 5. 4 is toch altijd weer wat lekkerder dan 5. De punten zijn verdeeld aan beide kanten. Fouten voor Ververs die ik niet kan geloven. Nou ja, kijk, Ververs maakt weer wel een fout. Dat is niet zo gek. Maar ik vind dat de andere kant worden die fouten ook op hem gemaakt die niet gefloten worden. Uiteraard zegt een partijdige commentator dat. Van Vliet, zoeken. 5 seconden. Oeh, Stombries. Niet al te veel gezien. Ja, maar wie wel eigenlijk? Het is gewoon een battle. Ja, goed vrijgespeeld van Vliet. Ja, duwt hem dan tekort. En de Ververs. Ja, dit zou ook een stand aan het begin van het tweede kwart kunnen zijn. Maar het is een kwartje later. Hier zit de Kruithof, die altijd wel goed de bal deelt. Van Bree al eerder gezegd. Dit was ook not even close. En dan via Groos, denk ik, slim uitgegooid. Of verder, een bal dus voor de Heroes. Ja, Van Bree moet zich in de wedstrijd schieten. Maar dat gaat nog niet gebeuren. We staan nog steeds op 0. Zal zeker nog wel wat gaan raken. Dan kan het opeens heel hard gaan met hem natuurlijk.
Wat dat betreft is er gewoon hoop als Leiden close blijft. Maar ja, er zijn gewoon wat mensen nodig. En hier verder, ja, in de face van Kruithoff. Net lang genoeg die bal. En die punten moeten nog op het bord worden bijgeschreven. Duurt lang. Dat wordt dus een 8 punten verschil. En nu moet Leiden op gaan passen dat het geen double digits gaat worden. Geen dubbele cijfers. Kruithoff gaat gewoon door met de bal delen. Dat is natuurlijk goed, maar er is wat creativiteit nodig. Martin zei het al, wat beweging. Onverwachte actie, misschien wat dreiging. En Kroos tegen Kok, ja, dat is een lastige matchup. Komt er wel overheen, krijgt hem op de ring goed gerebound. Alweer door Ververs, een van zijn sterke kanten. Aanvallende rebound tegen Van Vliet tot 2 keer toe. Heeft hem nog. En dan is nu de call lopen. Terwijl die bal ook redelijk los was. Stoemer is die zegt, geef maar die bal. Dat gaat Ververs natuurlijk zeker niet laten gebeuren in eigen huis. En die bal hoeft helemaal niet naar Stoemer. Die moet gewoon naar de scheidsrechter. Ja, dat is dom van Stoemer. Je hebt Leiden al te pakken doordat ze die turnover maken, Ververs, ondanks een goede aanvallende rebound. Hoef je niet ook nog eens een keer te gelopen zieken, want dan krijg je alleen maar het publiek tegen je. Maar goed, dat is allemaal weer opgelost. En Den Bosch gaat natuurlijk proberen er wel dubbele cijfers van te maken. Ja, ik ben er ook achter wat Stoemris gedaan zou hebben tegen Den Helder in die bekerwedstrijd waarvoor hij eruit ging. Hij kreeg 2 technische fouten, moest toen natuurlijk al naar de kleedkamer. En one, voor Van Biet. Dat is slecht verdedigd ook weer. Het is schijnbaar wat geroepen te hebben tegen een speler van Den Helder. En daarvoor werd hij weggestuurd. En daarvoor komt de strafzaak. Nou, wat ik hem zo zie in dit gevalletje lijkt het een speler met wel... die speelt met wat emotie, die Stoemer is. En dat hier bij Ververs was helemaal nergens voor nodig. Maar goed, het kan ook een manier zijn om juist weer extra energie te geven. En die is omgezet in 2 punten door deze boy Van Vliet. Captain Van den Bosch. Die concentreert zich en rolt hem daarnaast. Maar het is wel 10 punten. En als je er maar 27 hebt, is dat bijna een... diepe kloof. Ja. Joos, je zei het al. Als je bijna ballen krijgt, krijgt ballen neemt. Ik wil graag een pik, want staat vast tegen die top. Dat lukt totaal niet. Hier 8 seconden nog op de schotklok hebben ze dat door. 5 seconden nog. Ja. Veel lengte hoor bij Den Bosch. En een knappe bal van DJ Jones over de Stoenbris heen, die minstens nog zo groot is. Ja, maar ik vind dat hij dat dus gewoon vaker kan doen. Je blijft een goede dribbel naar binnen en dan weer terugstappen. Ja, en een hoge release, dat is niet zo makkelijk te verdedigen. Maar hij vindt, ja, het zal niet in de playbook zitten van Leiden. Oeh, daar gaat Pryce zomaar langs. En dan is het een vrije worp heel erg makkelijk. Ja, Den Bosch komt gewoon over het algemeen tot iets makkelijker schoten. Het is ook geen wilde voor hen. Maar ja, we spelen voor de allereerste keer ook in dit stadion. Ik zal de wedstrijd eens even vragen wat de indrukken zijn van Erik Braal, de hoofdcoach. En Leiden blijft absoluut wel als team spelen. Dat is helemaal het punt. Niet hier van Breed met nog 4 seconden. Ja, dan de scheidsrechter toch een beetje half kijken. Maar dat was gewoon een moeilijke bal, zegt. Ik werd op mijn hoofd geraakt. Dat zou kunnen. Hier Van Vliet. Oeh, staat bijna op de baseline. Dan naar de basket gegaan. Veel contact. Opgeraapt door Jones. Het is wat liberaal hè, in derde kwart. Ik wil niet zeggen dat er helemaal niks gefloten wordt. Daar gaat het helemaal niet om. Maar... net ietsjes minder kort gehouden. Dat is ook wel lekker om naar te kijken. Hier op posten. Van Breem met een mismatch tegen Van Vliet. Die doet dat slim. Want anders was het een lay-up geweest. En ja, dan is het soms goed om gewoon een fout te maken. Als je niet in de penalty bent. Zodat het gewoon een zijkant is in plaats van een precies. Dat, dat is het slimme wat Van Vliet in zijn spel heeft. Ja. Hij mag wel naar de kant nu. Heilvrieg komt erin. Sharon Dorsey Walker komt erin. Er is een kleine Christmas miracle gebeurd, Martin. Er zijn maar liefst 2 spelers inmiddels met meer dan 9 punten. Jones 11 en verder maar liefst 12. Dus het is toch nog gebeurd. Dus we moeten wachten tot halverwege derde kwartier. Een goede drop-off. En dan, ja, dit weet je gewoon. Ja, goaltending was het absoluut niet. Nee, ja, je moet echt meer doen tegen Kok. Of een fout trekken, of in ieder geval faken. Maar je kan niet zomaar omhoog gaan. Dat had Gross de alle videosessies al lang mogen weten. Ja, en als maak je geen kans. Als die gaat Kok. Ja, legt hem er nu ook in voor de lay-up. Ik zou zeggen, Kroos eruit, schaft er naar de ring graag, want het is helemaal niks. Ja, Kroos heeft het lastig en het is 11 met een verschil, denk ik. Staat die laatste er al op? Even wachten nog. Ik denk dat het 11 is. Ja, daar komt hij. Ja, double digits. Het publiek heeft heel goed gesport in vooral de eerste helft, eerste kwart met name. Maar ik zie nu daar wat bedrukte gezichten. Dat zijn Leiden-supporters die daar zitten. Gross moet weer tegen zijn bal tegen Kok. Ik vind niet echt dat hij omhoog gaat. Maar het gewoon hard omhoog en niet zo soft en dan een of ander hoekje vlak voor zijn neus maken. Oh, ja. Ik bedoel, als je dan hard omhoog gaat dunken, probeer hem dan gewoon te dunken. Dan krijg je wel die fout mee. Precies, dat. Dat is gewoon soft. Ja, het is een finesse player, Alex Gross.
Een sympathieke indruk, daar gaat het allemaal niet om. En, dat is een heel ander speler dan Rutherford. Die was vorig jaar in de eerste helft van het seizoen ook totaal onzichtbaar. En totdat we tegen de Belgen gingen spelen, toen bleek hij opeens heel nuttig te kunnen basketballen. Ja, eerste jaar professional, Groos. Rutherford had natuurlijk al een seizoentje op zitten in. Wat was het, Zwitserland of Oostenrijk? Nee, Zwitserland 1 seizoen. Dus ja, het zijn allemaal kleine dingetjes die kunnen schelen. Hier onze overzichtscamera. Ja, je ziet dat het heerlijk vol zit. Als al die stoeltjes bezet zijn, dan zitten er nog een paar honderd meer bij. En die kans zullen we straks wel lekker opgaan in de play-offs. Dat is een hele goede zaak. Martin, wat zal er gezegd zijn bij Leiden? Wat denk je? Nou, er zal wat over de verdediging gezegd worden. Hoe makkelijk sommige spelers van de Boston nu gewoon makkelijk langs kunnen komen. En dat het aanvallend wel heel erg breiend is. Willen Van Breien score in stelling brengen. Die neemt dan ook al die schoten wel. Die neemt de verantwoordelijkheid in ieder geval wel. Hij schiet ze alleen allemaal mis. Ja, kan natuurlijk gebeuren. Op een gegeven moment gaat die ballen wel vallen. Maar oké. We kennen die wedstrijd tegen Donor. Toen had hij ook nog niet veel laten zien. Opeens kwamen er 4-3 punten in no time. Voilà. Had hij geloof ik 17 punten of zo in het laatste kwart. Of eigenlijk in de laatste drie minuten zo'n beetje een sneetje. Hij had nog één voor die 106 seconden had hij geloof ik nog één andere score. Dus die kwart hier met moeite, maar wel goed gecontroleerd door Schaftenaar. Dan is het te kort voor Bak. Dat gaat door die anders dan Dieter Kok. Ja, dus veel te kort die drie punten. Hier Dorsey Walker, die nog niet al te veel gezien hebben. Maar natuurlijk ook een goede onderbij te hebben. Grote guard. Oeh, dat is een misverstandje van Stoenbries. Ja, die, veel emotie hoor. Die Stoenbries negatief naar Helfrich toe. Helfrich krijgt de schuld. Daar moeten ze bij de Bos mee oppassen. Ik zei al, een beetje emotie kan ook goed zijn. Wil om te winnen, daar is bij Stoenbries ongetwijfeld helemaal niks mis mee. Maar laten we het wel heel erg merken hier, Ververs. Ja, tegen Kok, dan moet je wat. Ja, dan, hij neemt hem niet van Bree. 8 seconden. Ja, weer tegen Kok. Kok doet dat goed hoor. Die verdedigt heel veel van de basket. Misschien wel man of the match in deze fase bij Donar. Naar misschien wat lastig begin niet de Kok. Maar staat nu echt te verdedigen, te domineren. Doordat hij, heeft de Bos goed bekeken. Dit is via. Ja, inderdaad. Via de Bos. Dorsey Walker met de turnover. Terugspelen eigen helft. Maar Kok, die staat zo'n beetje het hele gebied buiten de paint. Dus een eentje te verdedigen met die grote wingspan. Ja, en Leiden speelt Den Bosch natuurlijk ook in de kaart door alleen maar voor het schot te gaan en onder het bord niks te doen. Ik bedoel, Schaftenaar met zijn hoekjes moeten toch gewoon langs kunnen komen. Ja, we zitten nu wel op de post tegen Kok. Dat is ook een tall order, letterlijk en figuurlijk. Een stevige opdracht hier. Wel een fout, een beetje grabbing. Maar goed, Price, die steekt zijn vingertje op. Kok ook. Die kreeg hem maar, Martin. Wil je het zien? Voor mijn Price. Ja, de derde van Austin Price. Die is de eerste, nee, de tweede, Ververs. Die speelt met 3 fouten, Price ook. Price gaat wel naar de kant, Ververs staat erin. Ja, Den Bosch in de penalty. Pachter gaat erin komen, strakjes. En Price is afgelost door Venner. Wat een ziekenhuispaas. Ja, en dan, ik dacht dat het via Bouwknecht ging, maar via Venner blijkbaar. En de bal blijft bij Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, daar ziet u die replay monitor links van dat rode bordje 5 om aan te geven wat niet klopte, Martin. Den Bosch staat bij ons bij 14 fouten, maar volgens de tafel hebben ze er 5. Dat is heel interessant, dat bord staat omhoog. Ja, dat is logisch, want bij 4 moet hij omhoog. Nou, is het zo? Loop ik natuurlijk alweer jaar achter de spelregelkennis. Hier aanvallende rebound, schaft daarna ingelegd over de Pachter. Hey, dat is lekker. En Martin, hoe zei het dan? Schaft daarna, die geeft goede impulsen. Nee, dan snap ik het bordje. Nou, in ieder geval naast het bordje stond onze herhalingsmonitor die hier al af en toe gebruikt wordt. Kijken wie de bal krijgt hier. Het suggereert daar een P verder, maar echt kon niet. En zegt dan, dan werd ik op zijn minst aangeraakt. Maar dat leek me ook niet. Zag er niet uit als een blokje. Nee, niet echt. Hij was gewoon met de balans en schoot een heel lastige bal. Hier is het Schaftenaar. Langs Dorsey Walker. En langs de Pachter. Oeh, neemt hem niet. Oh, helemaal vrij. Kan ik van huis bellen? Nee. Oh, je zag het. En die bal draait er net uit. En je zag het aan de body language van Van Bree. Ook die. Hij had niet door dat hij zo vrij was. Toen had hij het wel door. Toen nam hij even de tijd. Je zag hem ook een beetje opzij kijken. Maar zal ik hem toch nog teruggeven. En draait er net uit. En ondertussen in de aanvallende riemann blijkbaar. Fout van de zorg en zekerheid Leiden. Ja, van Schaftenaar blijkbaar.
Oké, dus schaft daar als eerste. Ik moet niet zeggen, ik kan niet zeggen dat ik die fout gezien heb. Nou, Van Bree mist weer. Misschien is het ook even zinvol om Van Bree dan even eruit te halen. Ik geloof dat de laatste vijf schoten op trainer van Schaftenaar allemaal van Van Bree kwamen. Ja, aan de andere kant, ja, je hebt de go-down shooting. Je moet wat proberen. En hij krijgt ze gewoon, hij kan ze maken. En gaan ze toch nog vallen. Leiden weten net binnen die enkele cijfers verschil te houden. Maar er zal natuurlijk een ijsprintje nodig zijn straks in dat vierde kwart. En deze bal is ook te kort van Stombrits. Ja, het is een duur verdediging is fel. Dat hebben we al heel vaak gezegd vanavond. Dat zullen we blijven zeggen, denk ik. Goeie entry pass en slam. Geweldige assist van Roeland Schaftenaar bij Luc van Bree. Die de Brabanders pijn doet. Even wat vuur. Eerste score van Van Bree. Wat vuur erin. Even die ring naar beneden trekken. Gelukkig blijft de basket heel. De complimenten voor onze cheerleaders. En er zit ook een hele ploeg achter aan begeleiders. Choreografie, styling. Want eerst in rode kerstoutfit en nu in blauwe zonverzekerheid Leiden kleuren. Dat is hartstikke goed verzorgd hier in het nieuwe seizoen. Sinds de zomer bij ZZ. Martin, wat zijn de lichtpuntjes? Nou ja, we hadden in ieder geval twee keer een aanvallende rebound. Dat was die tweede keer dan met een fout erbij. En we hebben nu voor de tweede keer op rij een score inside. En dat is gewoon belangrijk. Zijn Bos switcht veel in de verdediging. En probeer dan de man te vinden met die de ruimte heeft om er wat te doen. Dat was in dit geval een goede paas van Schaftenaar van de high post naar de inside van Bree. Die draait zich om en die dunkt in ieder geval. En brengt het verschil terug naar 7, waar het volgens mij eerst 11 is geweest. En time-out van Braal natuurlijk om de Leidse run te stoppen. En zeker om het Leidse publiek uit het wedstrijd te houden. Want dat is natuurlijk ook wel een puntje. Ik hoor ze wel. Ja, mooi is dat daar een zo'n lekkere dunk hoor van Bray. Kijk op die hoofdtribune, dat zien we nu ook op ons scherm. Gaan ze net allemaal zitten. Maar ze stonden allemaal te springen. Misschien zongen ze wel en wie springt is voor Den Bosch. Dat moet je ook maar afvragen. Weet je, de Christmas Classic van ZZ Leiden. Maar we zijn weer begonnen, dus... Ja, hier komen we bij Boy van Vliet. Kijken of Den Bosch wat heeft kunnen bijstellen. Wissels zie ik volgens mij niet zozeer bij Den Bosch. Nou, Price misschien, want die was er even uit met die drie fouten. Is weer terug. En dan Van Vliet wijst hem goed na. Twee vuistjes in de lucht voor de captain. En belangrijke bal hoor, 10 punten verschil. Ja, dan vraag ik me af hoe die zo vrij kan staan daar. Hier Bouwknecht. Een goede out-of-time-out play in ieder geval van coach Braal. Jones, loeren. Hoe staan de voeten van Venner? Hoe staat Schaftenaar? Kan ik wat? 8 seconden nog maar. Dat duurde wel lang. En ja, Van Bree, die voelt zich natuurlijk goed. En he can heat up in the second. De microwave. Luc Van Bree met 5 punten in korte tijd. Een bommetje dus. Terug naar 7. 3 puntje hier, 3 puntje daar. De microwave, Vinnie Johnson bij de Pistons. Zeker wel. Jeroen van Pachter staat vrij. Gaat hij, ja. Oldie but goodie hier af. De Pachter, de Vertu uiteraard met de linkerhoekschot. Hoe anders. En dat is het moet van de derde periode. Ja. Een score van Schaftenaar. Goede paas van Ververs. Wat daar gelukt is, Schaftenaar krijgt ook nog een fout mee. Dus dat betekent dat er nog een bonus vrijworpen komt. Fout is volgens mij, kon niet goed zien aan wie die fout gegeven werd. Dat zullen we zo direct wel op de live stats zien in ieder geval. En Van Rijworp daar uiteraard geen speler van Leiden in de rebound. Hoe snel aanval. Oeh, een blok van Bree. Je mag doorgaan. Ja, je staat daar boven de ringen. Luc Van Bree. Geweldig blokshot. Skywalking. Om Den Bosch van die punten af te houden. En dan valt hij nu wel goed. En weer een end one. En Ververs kan het niet geloven. Pakt zijn vierde fout. En ja, count the basket. Ik vind het een slechte call. Als je ziet hoe die eerst een screen om zijn oren krijgt. Of was die naschot? Ik kijk wat de scheidsrechter aangeeft. Een beetje gelatenheid bij coach Spratley. Concentratie ook. Wat kan ik hier nog gaan doen? Wat ik nu op moet gaan coachen. Het was inderdaad na het schot, Martin.
Maar Leiden, oh, Leiden niet in de penalty. Want anders was het denk ik ook nog eens een keer twee maal geweest. Als ik me niet vergis. Ja. Nee, dat klopt. En de basket is geteld. Dat zie je niet vaak. Meestal is het dan op het schot. Of voor het schot. Kan de Bossen nog verder uitdiepen. Pruijs met een hele moeilijke bal. Valt niet. Iets te hard geraapt. Goed gedaan. Dan schaft hem samen met Luc van Bree. Laatste aanval van dit kwart. In principe voor zorg en zekerheid. Alknecht zegt een soort voordaan. Ja, ik denk wel een soort goed hoor. Ja, ja. Kom eens over naar hier. Probeert het tegen de langzamer. In principe wacht er 2 seconden nog. Moet nu schieten. Gaat hij los? Valt niet. Schaft Den Haag. Nee, de bal bleef te lang op 1 punt met een dribbel. En er gebeurde weinig beweging aan de andere kant. We komen met een hoekshot van de low post positie. Ja, dat had meer uitgehaald moeten kunnen worden. Ja, maar wij gaan snel even naar de sponsor. Ja, terwijl we nu nog naar de herhalingen zitten kijken, kan ik u melden dat Den Helder Suns voor de 2e keer dit seizoen van Feyenoord Basketball heeft gewonnen. 66-61, waarbij Boyd van der Vuurs de Vries goed was voor 22 punten. En Troy Koeler, als ex-speler van Leiden natuurlijk nog altijd naar kijken, 11 punten. En dat is goed nieuws in ieder geval voor Donar, dat zelf ook 9 punten voor staat in in Limburg tegen de Basketbalacademie Limburg. Daar zijn ze nog een half kwart bezig. Dus Rotterdam doet slechte zaken. Verloren ook al in de thuiswedstrijd tegen Den Helder. En dat is toch een ploeg die ze blijkbaar niet ligt. Dus Den Bosch bal uit. 4e kwart. Van Vliet brengt de bal op sober, maar nuttig. Is goed losgekomen, Boy van Vliet. Verder. Ook goed. Ja, we kunnen het langzamerhand kunnen het doek sluiten. Je zal heel veel moeten scoren, maar goed, dat zijn we vorig jaar tegen Donar ook. Toen word ik allemaal mee getest, want ik zei, nou, het is over. En opeens was het niet over. Luc van Bree gaat nog maar eens voor 3. De bal is niet te zien. Hier Price op de huid gezeten door Kruithof, die we een tijdje niet gezien hebben. Ja, ik vind ook heel veel werk moeten verzetten, de student uit Leiden en Delft, Kruithof. En terecht, of niet, denk ik, het loopt allemaal wel. Waarom zouden we ons haasten? We kunnen even wat extra secondjes van die klokken pakken en dan gaat Venner het wel oplossen. Dit keer even niet, daar komt de Pachter half bij. Oeh, zet daar Van Bree en Kruithof zo onder druk dat hij de ballen verdient voor de Heroes, ja. Daarom haal je mede over stofzuigers gesproken, trouwens, Martin. Zelf de Pachter. Ja, toch? Ja. Al zou hij in de bos waarschijnlijk niet zo'n spandoek krijgen. Je weet het niet. Allemaal bij Amsterdam gespeeld. Ik ken hem natuurlijk ook van Zwolle of de Pachter. Ja, jeugd bij Akenes. Wacht hier rustig, 5 seconden nog. Waar zit dan oplossen? Oeh, veel contact. Toeshot. Ja, lekker gedaan. Met nog 0,6 seconden op de schotklok het optimale eruit gehaald. Eens kijken of er nog een vuurtje kan komen bij Leiden. Lichaamstaal is ook van Van Bree niet al te best. Zo van, ja, even niet heel erg duidelijk wat we kunnen doen, moeten doen om dit te keren. En wat is het? 31 minuten, 39 punten. Dan kom je zo rond de 50 uit, normaal gesproken. Het is natuurlijk nooit normaal in basketbal, gelukkig. Maar je hebt er meer nodig om Van der Bosch te winnen. Hoewel, waar is iedereen laat liggen?
Ja, dit keer wel goed. Als ik wat tijd heb, komt 3 seconden voor de bal bij Paprecht. Maar die gaat dan lekker snel de midlijn over. Kan hij wat opzetten. Kan er een open schot komen. Maar laat zich niet gek maken door Kot. Hier is het de Bouwknecht. Goeie dish, lay-upje van Vreek. Die naar de vloer gaat dus goed. Draaide daar, denk ik. En goede actie. Ja, dat wel hier, Martin. Ja, Leiden hangt er natuurlijk wel in. Hè. Een paar driepuntetjes en het kan zo keren. Maar Den Bosch lijkt het redelijk onder controle te hebben. Alleen beide ploegen wat rare turnovers in de eerste helft. Dat is in de tweede helft wel wat minder geworden. Hè. Weer een open schot uit de hoek voor Van Vliet. Weer raken en nu 1 vuistje. Geen 2, maar in de face geschoten van Roeland Schaftenaar. Die doet pijn hoor. Het is 14 punten grote steun voorsprong in de wedstrijd. En helaas voor de roodhemden als je een Leids brilletje hebt. Hier de Bouwknecht. Ja, hard gehakt. Neem maar 2 shots. Ja, dat geeft de andere scheidsrechter aan. Goed elkaar geholpen. Als de jongen gaat te communiceren met de jurytafel, even vertellen wie het was. Nummer 2. Roy van Vliet. Ja, die staat op 2 persoonlijke fouten. Inmiddels 3. Ja, het was een derde dus Price. Dus al een tijdje op 3. Leiden dus Ververs naar de bank gegaan met 4. Heeft 5 punten trouwens Ververs. Jones al een tijdje op 11 punten. Schaftenaar naar 8. Van Bree naar 7 punten. Deze Bouwknecht gaat naar 6 punten. Ja, Kokker binnen de lijnen voor, denk voor de Pachter. En dan is Gross erin voor Schaftenaar. Nou, mooi die volle tribunes in de 1574 Arena. Een goede vrijwoord ook van Bouwknecht. Leiden heeft stops nodig, dat klinkt zo makkelijk. Maar daar zal het mee moeten beginnen. Ja, maar Den Bosch heeft een veel behendige... Kleine mannetjes. Oeh, dat ging daar voor de alley-oop. Kok gooit hem daar tegen de onderkant van de ring aan. En ik ga net over de bounce pass. Oeh, heel goed gecontroleerd zegt door Van Bree. Die hem daar net weet binnen te houden. Loos, kijk die losgekomen. Jones heeft altijd al een schotje in huis. Heeft veel draaien nu tegen. Oh, knap gedaan zegt tegen Hito. Kok onderlangs ingelegd door Jones. Het is bijna weer terug naar single digits. In ieder geval 10 punten nu. Het waren er net 14. Mooi, het is een game of runs. Al snel gaan, of de bal gefloten. Van Vliet daar aangepakt door Kruithof. Zo te zien, in zijn lichaamstaal. En Kruithof maakt hem. Ik vind dat er veel of de bal fouten gefloten worden, moet ik zeggen. Misschien is dat weer een aandachtspunt waar we dit seizoen op moeten letten. Ik kon me ook altijd verbazen dat die centers bijna altijd een screen zetten en dat bijna altijd een fout kregen de laatste paar jaar. Ja, er werd ook heel veel op gefloten. Mensen als Thomas Koenis en dat het niet echt een center was, een man met Karazi, waren er altijd de dupe van. En misschien ook wel terecht hoor. Maar die kregen er iedere wedstrijd wel 1 of 2. Even een discussie, maar de bal blijft bij de Heroes. Ik vond dat geen discussie, moet ik zeggen. Maar... Van Bree stripte de bal van Akot en daardoor werd het een... Meer dan proberen, ja precies, proberen tegen beter winnen. Oh, zomaar ingelegd, goed gedaan door Venner. Ja, en dat zijn easy baskets en we weten het, Leiden heeft niet van schotblokken onder de ring staan. A la Jito Kok aan de andere kant. En het begint natuurlijk al dat die speler daar helemaal vrij kan komen. Ja, Erik Braal rustig coachend. Dus het is natuurlijk alles voor te begrijpen. Die bal valt niet voor Bouwknecht. Niet helemaal met overtuiging. Nee, ik denk dat hij toch wilde kijken voor een paas of zo. En dat was natuurlijk niet het succes. Ja, gaat naar zijn linkerhoekje, maar dat valt niet van kort. Die niet een hele grote indruk maakt, maar wel nuttig is, die groot is. Ondertussen zit ik als rebound zo pakken. Shirt van Jones bijna kapot getrokken. Ze step back. Nee, de coach staat tussen 2 man met ook nog Van Bree. En dan heeft Den Bosch de bal. En die hebben duidelijk besloten. Gaan zuinig spelen. Maar niet veel zuinig in de eerste helft tot de bal. En gaan het nu gewoon rustiger doen via Van Vliet. Balletje netjes controleren en goede aanvallen spelen. En dat doen ze gewoon heel gedisciplineerd. Van Vliet gaat hier goed naar de ring. En dan trek je 2 vrije worpen. En dat hebben we bij Leiden nauwelijks gezien.
We zagen net even die hele goede leuk onder Kok langs wel van Tatum Jones. Dan hebben we daar weer een groepje in stand van Elze. Gebaseerd op de bank zitten met Bart Kriek, teammanagers. Peter Paulides. En een vrij worpen dus voor Van Vliet en Martin. Die staat op 8 punten. Onder andere die 2 drietjes gemaakt. De 10 dus. Die concentratie valt niet. Nou, ook 6 assists. Hè. Dat moeten we ook niet uitvlakken. Verder ondertussen topscorer van de wedstrijd nog steeds. Is naar 17 doorgestoomd. De captain laat er toch nu 2 liggen. Ja, ze laten wel vrij goed op zich. Want Prijs liet er straks ook wel eentje liggen. Bijna 6 minuten. Iedere minuut een beetje meer scoren dan beide. Hier in de post een beetje laag. En dan weggemapt. Gigantische rejection, maar goaltending. Inderdaad. En die was al wel heel hoog. Zeker al bij voorstel. Ja, dat is het nadeel ook van als je voor de spotblok speelt. Dat gebeurt Kok natuurlijk wel eens vaker. Dat je bal wegmapt die misschien wel misgegaan zou zijn. En die tover je dan om zonder dat hij door de ring gaat. Vertrekken. Ja, dan slijt het toch weer terug tot 10 punten. Het was even 14 volgens mij. Die lekker in zijn game is. Gaat naar de mooi hoor. En ook nog contact. Slecht blow by Kruithof. Die ook toch het net niet helemaal waar kan maken. Vandaag is ook helemaal geen schande. Na al die minuten die hij heeft moeten maken. En Leiden has seen enough. Het is weer terug naar 12. Is een timeout voor Leiden. Er moet een laatste offensief worden bedacht. En wat zou dat kunnen zijn? Martin, even wishful thinking misschien, maar daar is niks mis mee. Wat zou nu een aanpak kunnen zijn? Wat ga je nu spelen? Je zou wat meer kunnen gaan pressen, maar ik denk dat Leiden daar gewoon de lucht niet voor heeft met beperkte rotatie. En Den Bosch heeft ook wel redelijk balvaardige mensen, maar je zou ze misschien 1 of 2 keer kunnen verrassen met een press. Met een zonnepress of wat dan ook. Laat eens iets anders zien dan alleen maar de strikt die man-to-man. Misschien moet je in je verdediging gaan denken van nou in plaats van man-to-man. We gaan naar een zoneverdediging met subzone. Waar we 3 mensen op de front zetten. Zodat we geen 3 punten van de front tegen krijgen. En dan hopen dat de inside niet al te veel gebeurt. En als Kok inside staat zal er in ieder geval niet zoveel gebeuren. Dus dan zal toch de dreiging van buiten blijven. Dan kan je met 3 man voorop in de zone misschien wat anders kunnen. Een ander beeld kunnen geven. Doe het maar 1 of 2 keer. Werkt het niet dan doe je wat anders. Voilà. Dus Donar gaat wel binnen in Limburg. Staan nu 12 punten voor. 52-64, nog 1-46. Die doen goede zaken vandaag. Omdat Feyenoord een wedstrijd heeft verloren bij Den Helder Suns. Mooi bruggetje naar het klinkt nog zo ver weg. Dat is het natuurlijk niet. 2024 op zaterdag over 2 weken dus spelen wij weer thuis om 8 uur. Met moeite, daar Ververs. Ja, over pres gesproken. Het is Den Bosch die hem neerzet, Martin. 6 januari op een zaterdag. Eerst om 4 uur de dames. Ik denk ook op deze mooie vloer. En dan om 8 uur de heren. En die spelen dus tegen Feyenoord. Goed, dit keer eerst Kok voorbij laten vliegen. Ik weet niet of hij naar de scheidsrechter van de Kok. Maar in ieder geval een lekker scoren van Gross. Hij hangt er dus nog steeds in. We hebben die stops nodig. En dan de woensdag daarna. Dus dat is woensdag 10 januari. Dan tegen het zeer, zeer sterke en... zeer hoogstaande Niners Chemnitz uit Duitsland. Terwijl dat zomaar een lay-up is. Ongehinderd vrijwel door Van Vliet. Ja, Ververs Martin. Die speelt natuurlijk met die 4 fouten. Je moet hem eigenlijk gewoon laten gaan. Ja, je kan ook niet verwachten dat Groos dan komt helpen om te shotblokken. Want dan is Van Vliet wel slim genoeg dat hij hem even de lucht ingooit. Gaat deze vallen. Misschien hem over de ring heen. Ja, je moet wat forceren, maar dat is lastig. Even terug, want dan gaat Groos wel helpen. Dan komt er gewoon rustig een alley-oopje naar Kok. Die daar dan boven het in de lucht hing. Ja, Stombries voor 3. Die aarzelde geen seconde. Ja, dan is het opeens 15 punten verschil. En dan... Je kan 16 punten goed maken in 160 seconden. Ja, dus wat dat betreft hebben we nog tijd zat. Maar Den Bosch heeft ook die wedstrijd gezien natuurlijk. En heeft ook gezien hoe Luc Verbreed destijds speelde. Die zullen ze wel even in de gaten houden. Dat gaat Helftig nu weer doen met nummer 10. Hier even goed gefaked door Ververs. Dan weet Jones niet te raken. Wel de ring geraakt gelukkig. En dan via Gross uiteindelijk weer bij de captain. Ja, opgevangen door Van Vliet. Doet dat slim hoor. Want de scheidsrechter geeft het ook duidelijk meteen aan.
voor het schot. Heel slim weer gedaan door Van Vliet. Je zag hem meteen beslissen. Ik ga nu die P pakken. En dat is dan wel zijn vierde, Martin. Ja, het is pas tweede teamfout van Den Bosch in dit kwart met nog 3-33. Dus dat is ook geen probleem. Nee, nee. U ziet het onder in beeld inderdaad. Nee, er leidt ook nog niet heel veel aan de hand met die 3. Maar ja, op... qua doelsaldo is het niet zo dat Leiden nu per se... Oh, prima vervelend. Leiden moet zorgen dat ze dan klein verliezen. Want ze hebben uit Van den Bosch al zeer ruim verloren. Dus dat is eigenlijk voor Leiden. Doelsaldo maakt niet uit. Gaat gewoon nee, de winst. Als je die... dan straks te veel risico neemt en dan verliest met 15 in plaats van 10. Dat maakt niet zoveel meer uit. Nee, als het beker was geweest, was het een ander verhaal geweest. Ja, voor contact daar de Pachter met Van... Zit de Pachter? Jazeker, met Van Breed in een... innige omhelzing. En fout gefloten. Even eerst even vlug. Ja. Nou, dan krijgen we misschien een score voor... De score wordt afgekeurd. 13. Ja, 13 van Leiden. Krijgt er. Even dweilen, zegt volgens mij de Pachter. Ja, en dat had ik die dweilers dat niet doorhebben. Hè. Dan kan ik me zo ergeren. Het zijn toch jongens die zelf misschien ook basketballen. En heel enthousiast. Ja, jongens bij die er ook vaak zijn. Maar goed, in ieder geval wordt het alsnog opgelost. Even met overtuiging de vloerboeden. Dan kunnen we weer verder. Was in ieder geval dus een fout voor Luc van Bree. Even kijken hoe het verder in de foutenlast zit over het algemeen. Bouwknecht met 3 P's. Ververs is 4. Kruithof met 3. Aan de andere kant Van Vliet met 4. En Prijs met 3 persoonlijke fouten. Nou, de bal begint nog een beetje terug te komen in de slotfase. Het is nu nog maar 5 punten verschil. 36 seconden. Ook zo'n low scoring game trouwens. Donar 64 punten. Vermoedelijk genoeg voor de winst. Toevallig Den Bosch ook op 64. Zegt ook wel iets hoor. Ik heb redelijk wat van die Donar. Die scoort weinig op dit seizoen. Dat wil niet zeggen dat je niet kan winnen natuurlijk. Hier, ja, Stoenbrugs voelt zich natuurlijk goed. En oh, verre 2 punten. Gooide net ook dat drietje erin. En ook nu in de face van Luc van Bree. En ja, we hadden het over doelsaldo, maakt dus niet uit. Maar je hoopt natuurlijk wel dat je nog richting de team komt. Want als je niet uitkomt, ga je dan met 20 punten af in eigen huis. En ben ik benieuwd wat coach Pretty straks zal zeggen. Het is een goede bal van het. Het wil nog een fout, leek niet aan de orde. Ik wil er weinig contact daarvoor. Maar wel even iets terug gedaan. Van Vliet komt daaruit. Zeg, geef mij maar even de ruimte. Ja, ik wil het sowieso meestal wel overlaten. Al zoveel grote wedstrijden gespeeld. Kampioen geworden met de Zwolle. Goed afgerold. De Pachter ging voor de dunk. Heel goed rollen. Vooral in datzelfde doet of deed. Maar daardoor ook 2 shots. Ja, fout van Jones. Hè? Ja, betekent dat Tate Jones zijn 4e fout pakt. Zeg ik dat goed? De 3 denk ik. De derde, je hebt gelijk. Hier af te pachten. Linker pootje. Ja. Ja, dat ziet er, de techniek is niet de meest fluwele techniek, maar hij gooit ze altijd wel keurig in met dat linkerhandje. Zo is dat. Hij heeft ook een 3-punter aan zijn arsenaal toegevoegd de laatste jaren. Een goede pick-up van Den Bosch. Omdat natuurlijk Thomas van der Mars die blessure heeft opgelopen. Tweede rond er ook goed in. Spin voor Van Bree. Lekker doorgepaast naar Kruithof. Het hoekje mooi nagewezen. Oeh, komt er net uit. Jammer. Redelijke aanval. Vallen ook niet, hè? Nee, hij valt even niet. Het was een lekker schotje. Hoewel, ja, ik weet dat Kruithof het kan. Deed dat natuurlijk ook heel goed vanuit die hoek trouwens. Ook tegen Donar. En dan kan, denk ik, soms goed verder dat bijvoorbeeld Van Bree zelf wat probeert. Renner, helemaal vrij. Soms kun je dan ook wel eens te vrij staan. Maar wie anders dan de Pachter? Gaf hij een duwtje tegen Verven? Of was het andersom? Voelt zich betrapt, Ralf. Steekt de schuldbewust zijn vinger in de lucht. En Leiden toch nog wat terug doen. We gaan hoogstwaarschijnlijk de interviews even opnemen met ze. Dus die zijn dan kort na de kerst te zien op het YouTube-kanaal van ZZ Leiden. En ook op de Facebook van ZZ Leiden. Dat zullen in principe interviews zijn met de coaches en 1-2 spelers. Dus die kunt u dan tegemoet zien. We gaan ook nog sowieso na deze wedstrijd lekker alle hoogtepunten van de hele wedstrijd even afspelen. En wat ik al zei, dan zijn we er ook weer op zaterdag 6 januari. Dat is een eigen kanaal voor de Zorg en Zekerheid Leiden Dames, ook op YouTube. Al hun thuiswedstrijden worden daar gestreamd. En dan natuurlijk
op Binex TV de wedstrijd tegen Zeeuw Feyenoord Rotterdam. Daan hoor, dat doet hij dan goed tegen de pachter. Maar dan ziet ook allemaal wat ingewikkeld uit te komen. Sikken er niet bij, die dan toch nog even wat troostminuutjes mag maken. En geen score dus voor Broos, die net wel scoorde. En dan, ja, hobbelt de wedstrijd naar zijn einde. Stoemer is dan een goed vierde kwart, helemaal vrij. En dan nog even drijven. Nog even rondpasen. Oei, harde P van Ververs. Ja, niet helemaal bedoeld, maar dat is dan zijn vijfde. En ja, kijk, het beslist de wedstrijd absoluut niet, Martin. Maar ik heb bij Ververs altijd, en eigenlijk ook deze laatste, ja, er zit af en toe een actie bij dat je denkt, ja, die had niet gehoeven. Het is heel ver van de basket. En ja, gaan ze terugkijken, gaan ze kijken of het geüpgrade moet worden voor een sportsmanlike foul. Of is dat niet nodig? De vraag is even of ze gaan kijken. Ja, ze gaan kijken. Ja, 53-68 met nog 1 minuut 3. Ik bedoel, dan kan je gaan kijken of het ons sportief is of niet. Dat maakt allemaal niet meer uit. Het is gewoon, kemen ze langer over en uit. Nou, die bal op de grond gooien is ook weer even niet nodig. Beetje emotie laten tonen dan maar. Dus de Zorg en Zekerheid Leiden gaat de tweede nederlaag in successie oplopen. Voor afgelopen woensdag natuurlijk in de beker had er Joost United verloren. Daarvoor wel van Joost United gewonnen en van Verrees gewonnen. En daarvoor weer van Joost United verloren. Dus de derde nederlaag van Leiden in de competitie. En is er dus ook wat gaan zakken in de stand natuurlijk. Wat was gaan zakken. Ze blijven wel gewoon op plek 2 staan. Dan komen ze ook met 19 punten uit 11 wedstrijden net als Landstede Hemmers. En Leiden heeft de wedstrijd tegen Landstede natuurlijk gewonnen. Dus zij hebben onderling resultaten gewoon op plek 2. En de uitleg van de scheidsrechter was Martin was dat de hand ging naar de bal van Ververs. Een normale fout. Dus gewoon tweemaal. En dat is wat Leiden in de penalty zit. Ja, Van Vliet gooit hem erin. We gaan nog rustig de Bos gaan er rustig doorzetten om het verschil op 20 te brengen. Ja, dat zou zo nog eens kunnen. Die zit nu lekker in die flow. We hebben dat flink uitgediept. Goed de derde kwart met een paar puntjes gewonnen. Maar vooral in het vierde kwart nog een behoorlijke kloofje geslagen. En ja, we zeiden het al. En zo werkt het absoluut niet altijd. Want een team kan zomaar 20 punten of 30 punten in een kwart erin gooien. Maar als je keek naar die trend van Leiden. Moeizaam tot scoren komen. Dan leek het zo rond de 50 te eindigen. En Joost nog goed wat terug. Knappe lay-up. Ja, 15 punten verschil. Nog steeds de enige speler voor Leiden in de dubbele cijfers. Ja, Ververs dus naar de bank met 5 fouten en 15 punten voor Tatum Jones. Aan de andere kant verder inmiddels naar 19. 12 voor Van Vliet, die een goede wedstrijd dus speelt. Stoemer is met die laatste paar mooie afstandsschoten op 10 punten. En Schaftenaar in ieder geval, dat is het goede nieuws voor Leiden. Speelde solide en maakte onder andere 8 punten. Zodat hij in ieder geval weer inzetbaar is. En dan hebben de mannen 2 weken rust. Want die wedstrijd op 6 januari, die zaterdag, is ook weer de eerste wedstrijd voor Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, ik weet niet wat ze doen, maar volgens mij zou je die spelers gewoon minstens een week vrij af moeten geven. Ja. Met de kerstdagen niet trainen en gewoon weer gaan beginnen na het volgend weekend. Gewoon de week voor Den Bosch, of de eerste week van januari, gewoon weer trainen en dan spelen. Gewoon even een paar dagen niks. Nou, het is wel zo dat die beker ingepland moet gaan worden. Ook tussen Leiden en Den Bosch. Dat wordt een tweeluik. Jones voor 3. Iets te hard. Nee, Stoemer denk ik dat we hem gewoon achter mijn naam hebben. Die lost er heel goed op, die rebound. Altijd lekker voor de stats. En dan wordt er waarschijnlijk straks niet meer geschoten. Nog wel even de tijdlijn over. Nieuwe point guard van Heroes. Gito Kok. En die maakt even een geintje met de Dorsey Walker. Ik ga nog even een drietje nemen. Net toch maar niet. Bouwknecht kent hij goed. Van onder andere het Nederlands team hier van Vliet en Bouwknecht feliciteren elkaar. En helemaal niks af te dingen op de overwinning van Heroes Den Bosch, Martin. Die hun koppositie bevestigen in de Binex. Precies. En moeten ze inderdaad nu doortrekken en tegen die Belgische ploegen wat beter spelen dan de afgelopen 2 jaar. Dat zou helemaal mooi zijn inderdaad. Want daar zat dan het punt. Leiden bloeide daar helemaal in op. Je noemde het vorig jaar al Tommy Rutherford onder andere. Dat is
vermeerderen. Natuurlijk ook een hele goede manier om je voor te bereiden op de play-offs. Dat is het mooie van die cross-border fases tegen sterke Belgische ploegen. Mits je dan natuurlijk de gold haalt, hoewel er in de zilver ook goede ploegen zitten uit België. En bedrukte gezichten bij Leiden even uitblazen voor Schaftenaar. Martin, bijna een uitschieter. Fantastische overwinning in Varese natuurlijk voor de Europe Cup. Goeie eerste zegen waarmee je die bekerhalve finale veilig stelde, die uitwedstrijd in Bemmel. Maar daarnaast ook drie keer verloren. Twee keer van Bemmel en van de Heroes. En wat dat betreft geen lekkere december voor mij. Nee, het begon eigenlijk een beetje met de blessure van Bijlsen, die dan niet meer kon spelen. Schaftenaar die dan ook een paar wedstrijden aan de kant bleef, waardoor druk op zeven spelers komt te liggen. En dat is gewoon te veel van het goede. En het zou fijn zijn als er toch nog ergens iemand in zijn slaap onder zijn bed nog wat euro's vindt. Zodat er misschien toch nog een spelertje gehaald kan worden. Voor na de kerst, om in ieder geval niet iedereen uit te laten blussen. Waardoor het seizoen wel heel snel als een nachtkaars uit kan gaan ook. En daar moeten we natuurlijk wel voor waken. Dus wat dat betreft geen beste wedstrijd voor Den Bosch. Voor Leiden, goede zaken voor Den Bosch. 15 punten overwinning. En daarmee vestig je de eerste plaats. Ik zou zeggen, dat. Laten we het daarbij houden. Ja, dankjewel, Martin Hoekstra. Ik wens jou een hele mooie kerstdagen. Die nieuwjaarsreizen, die gaan we wat mij betreft gewoon lekker in januari doen. Maar om te beginnen gewoon hele die feestdagen. Ja, ik wou nog iedereen even feliciteren bij Grasshoppers, want die hebben de Final Four bij de dames gewonnen vandaag. Kijk aan. Dus dat dan nog even terzijde. En voor de rest, ik zal even kijken voor het laatste deel. Donor wint bij bal. Ah, 5 punten. Ja. Mooie, spannende wedstrijd daar geworden in het noorden van Zuid-Limburg. Goed zo, Martin Hoekstra. We kijken met ZZ Leiden terug op een fantastisch jaar. We zeiden het al helemaal aan het begin. 4 bekers gewonnen. Eentje dan toch nog maar even gegund aan Oostende vooruit. Maar deze nieuwe hal betrokken die vandaag goed vol zat en die steeds sfeervoller begint te worden. Wat dat betreft komt er een mooie januari aan. Ook een zware januari met ook weer Europa Cup wedstrijden. We kijken er nu al naar uit, maar ook voor ons lekker om even 2 weken andere dingen te doen. En wens iedereen nogmaals hele aangename feestdagen namens onze hele crew. En zelfs John van Dam is hier aangeschoven. Maar namens Martin Hoekstra, Paul Krama, Monique Bal, Ed de Wekker, Remco Zandbergen, Kozeradus, Jeroen Beumer en Ray Beers. En Peter van Heikoop en Sander Hekspoor. Nogmaals, mooi feestdag en tot in het nieuwe jaar. Thank you.